We gaan vertrekken, hè. Goedemorgen, collega's. Bedankt om hier reeds met een aantal te zijn. Ik neem aan dat er nog een aantal collega's bij komen te aansluiten. We starten om 9 uur vandaag. Dus de reden, collega Taupe had een berichtje gestuurd waarom om 9 uur. Ik heb gezegd, morgenstond heeft hout in de mond. Dat is ook zo. Normaal, de landbouwers en de bouwvakkers eten voor de tweede maal. We hebben reeds een halve voormiddag gewerkt om 9 uur. Maar dat is niet de reden. Het was zo dat mevrouw Verté kennis gegeven van het feit dat ze om 11 uur normaal de vergadering niet te verlaten. Ondertussen kan ze wat aanpassen, maar neem aan dat we toch dit een beetje als scoop voor ogen nemen. We moeten de vergadering ook niet langer laten uitlopen dan nodig. 2 uur voor een hoorzitting, kom niet op 5 minuten, is geen probleem. Ik denk dat dat ook wel behoorlijk is. Ook in die zin dat we de vragen echt wel vragen gebundeld te maken, concreet naar de inleiders. Want vandaag hebben we inderdaad 2 mensen die ons toelichting zullen geven bij hun eigen organisatie, die ook binnen de Vlaamse land- en tuinbouwsector een belangrijke taak op zich neemt. In eerste instantie hebben we Boerbakken Kruispunt, die voor ons en onze commissie een zeer gekende organisatie is. Maar er is wel een nieuwe directeur, mevrouw Verté. Dus welkom, mevrouw Verté. Maar ik heb ook begrepen dat met de verschillende fracties reeds een bilateraal overleg geweest is, wat zeer goed is. Mevrouw Verté heeft al een gesprek gehad met verschillende mensen van onze commissie. Maar toch is het belangrijk om haar nog even de kans te geven het verhaal van Boeren op een Kruispunt, de stand van zaken en de werking nog even toe te lichten. En dan in tweede instantie iets minder bekend, maar toch ook wel soms onderwerp van de vraagstelling, is het Landelijk Infopunt Vrouwen. En ik zeg het juist, ja, Landelijk Infopunt Vrouwen, LIV, LIV, zoals men het in de volksmond vandaag noemt. Ook een interessante en belangrijke organisatie, waar af en toe wat vragen over gesteld worden, maar in de positieve zin, en dat is ook wel de boodschap die ik vooraf reeds mag meegeven aan beide inleiders, jullie organisaties worden als zeer belangrijk, zeer performant beschouwd, ook vanuit deze commissie. Het is zelfs zo dat er geregeld, ondanks het feit dat er soms over besparingen gesproken wordt, maar dat er geregeld ook gealludeerd wordt dat jullie organisaties zeker geen organisaties zijn waar middelen moeten van afgenomen worden, in tegendeel zelfs. Dus het is aan jullie ook om dit nog even aan te geven wat jullie werking is, hoe jullie dus nut bewijzen voor de land- en tuinbouwsector in de brede zin in Vlaanderen. In elk geval geven wij jullie graag die kans daartoe. En geven natuurlijk ook graag de kans aan de collega's volksvertegenwoordigers om nog een aantal aanvullende vragen te stellen. We gaan van start, maar vooraleer, en ik zie mijn secretaris reeds boos kijken naar mij, hij zei, ik dacht, hij zal het weer vergeten, maar ik vergeet het niet, want wij moeten een verslaggever hebben om deze vergadering het verslag te laten opmaken en dan ook na te lezen om te zien als de secretaris zijn werk goed gedaan heeft. En ik zie het handje van Joke Schouwvliegen. Joke, u bent geïnteresseerd om... Nee, voorzitter, ik ging iemand anders voorstellen. Voilà. Ik ging mevrouw Tine van der Vloed voorstellen. Voilà, mevrouw Tine van der Vloed, bent u bereid om het verslag te maken? Jawel? Komt in orde. Dank u wel, dus bij deze bent u aangeduid als verslaggever. Ja, ik wil nog meegeven dat de secretaris meldt dat er momenteel een technisch probleem is. Gelukkig niet voor onze onderlinge communicatie, maar blijkbaar wel voor de streaming op de website. Maar daar wordt aan gewerkt. Maar de vergadering wordt sowieso opgenomen. Dus ik neem aan dat wij toch verder kunnen gaan. Want het is een kwestie dat we elkaar horen, elkaar begrijpen. En dus de vergadering kunnen starten. Dus ik geef graag het woord aan mevrouw Verté om in eerste instantie de inleiding te geven rond Boeren op een Kruispunt. Mevrouw Verté, graag aan u het woord. Goedemorgen, voorzitter en leden van de commissie. Dank u wel voor de uitnodiging en voor de interesse in de werking van Boeren op een Kruispunt. Normaal zou ik het te woord staan vanuit het kantoor in Alter, maar door corona zit ik nu in het landelijke Laarne, van waaruit ik u een uiteenzetting zal geven over Boeren op een Kruispunt. Ik heb begrepen dat ik een kwartiertje krijg ongeveer. Ik ga dat proberen binnen dat kwartiertje te doen. Als het
de spuigaten uitloopt, ga ik ervan uit dat ik wel een seintje ga krijgen. Dat het sneller moet gaan. Goed, ik zie de PowerPoint niet. Ik weet niet of dat die... Die komt eraan. Oké. Voilà, daar is hij. Ja. Oké, mevrouw Vertie, haar ja, gaan we naar het volgende hoor. Dat was gewoon de inleiding. Ja, nog even ter herinnering. Boeren op een kruispunt werd dus in januari 2007 opgericht, op initiatief eigenlijk van de Vlaamse overheid, die dus vaststelde dat er heel wat problemen waren bij de boeren en ook op initiatief van de SERA. Het is dus effectief opgericht dan door de landbouworganisaties Boerenbond en ABS en ook door KVLV Agra, thans dus Ferm Agra. En de principes zijn duidelijk: neutraliteit, onafhankelijkheid, discretie. Wij zoeken ook niet naar oorzaken of schuldigen, maar we kijken naar de toekomst en we zoeken naar oplossingen. En vooral, onze werking is gratis voor de boeren en de tuinders. En dat blijkt dus zeer belangrijk te zijn. Volgende alsjeblieft. En waarvoor zijn we er? Wel, voor het welzijn van de boeren en tuinders in gans Vlaanderen die in moeilijkheden zitten of die op een kruispunt staan in hun leven, om dat te verhogen. En dit is op verschillende vlakken. We hebben het bedrijfsvlak, het bedrijfstechnische, het bedrijfseconomische. Maar daarnaast hebben we ook het psychosociale vlak, dus voor psychologische problemen, sociale, relationele man-vrouw. Maar dat kan ook in het kader van een ouder-kindrelatie zijn. Communicatieproblemen, generatieconflicten bijvoorbeeld. En recent hebben we er nog eentje aan toegevoegd, namelijk het dierenwelzijn in het kader van het One Welfare concept. Dus wij gaan eigenlijk naar een integrale begeleiding van onze adviesvragers, van onze boeren en tuinders, op verschillende vlakken. En zonder te zoeken eigenlijk, dus zoals ik gezegd heb, naar de oorzaken of schuldigen, maar een positief project proberen wij uit te werken voor hen. En wie doet dit dan? Wie zijn onze medewerkers? Daar, op het ogenblik zijn er dus 5 adviseurs. Straks komt er dus eentje bij in het kader van de bijkomende subsidie die wij dus met veel plezier in ontvangst mochten nemen. 5 adviseurs die ongeveer elk een provincie onder zich hebben. Het is niet helemaal correct, maar daar komt het ongeveer een beetje op neer. Daarnaast is er ook nog een IT- en communicatieverantwoordelijke. En ook nog mezelf. Nu, naast die vaste medewerkers zijn er dus ook nog freelance psychologen, een stuk of 8. Ook daar zijn we aan het kijken om de pool van de freelance psychologen uit te breiden. Dat zijn psychologen die de land- en tuinbouw zeer goed kennen. Dus waarvan de man bijvoorbeeld een landbouwbedrijf heeft of de ouders een landbouwbedrijf hebben. Dus die vertrouwd zijn met de landbouw. En dat blijkt dus zeer belangrijk te zijn voor onze adviesvragers. Omdat wij merken dat als zij naar de reguliere zorg gaan, zij dikwijls zeer snel afhaken, omdat zij dan merken dat, dat daar de taal van de landbouw eigenlijk niet wordt gesproken. En dat is natuurlijk zeer jammer, want als de stap naar een hulp al gezet is, dat ze dan eigenlijk die stap terugzetten. En naast onze freelance psychologen zijn er dus ook nog een 30-tal vrijwilligers, waarvan dat er een 15-tal echt actief zijn en die ook verspreid zijn over het Vlaamse landsgedeelte, maar vooral dan eigenlijk in Oost- en West-Vlaanderen. We zijn dus zeer betrokken en alle medewerkers, dat mag ik eigenlijk echt wel zeggen, die hebben een echt boerenhart. Ja. Volgende. Ja.
Hoe pakken wij dit aan? Dus ik heb gezegd, wij hebben ervaren adviseurs op bedrijfstechnisch vlak, psychologen met ervaring in de landbouw. En dus nu zijn er eigenlijk ook, of zijn we bezig met een pool van dierenartsen op te starten in het kader van ons dierenwelzijnsproject. En zowel de adviseurs, de psychologen, maar ook die vrijwilligers, die komen eigenlijk ter plaatse, en dierenartsen uiteraard ter plaatse, bij de boer zelf. En dat blijkt dus toch wel zeer belangrijk te zijn. Extern zoeken wij samenwerkingen waar mogelijk. Dat kan op diverse vlakken zijn. CAW, CGG, basisafdeling sociale huizen. Nu moet ik wel zeggen, wat deze betreft, is dat zeker niet in elke regio even intens. In sommige regio's niet, in andere regio's loopt dat al wel beter. Dus daar is er duidelijk werk aan de winkel om die externe samenwerkingen beter te maken of op te starten. Maar ook voor loopbaanbegeleiding bijvoorbeeld kunnen wij beroep doen, of doen wij soms beroep op de VDAB of op externe loopbaancoaches. En uiteraard met ook andere erfbetreders proberen wij waar mogelijk samen te werken. Allemaal met het doel natuurlijk om het welzijn van de boer en tuinder te verhogen. Dus wij hebben eigenlijk een coördinerende functie en dat is onze sterkte natuurlijk, omdat wij de interne know-how hebben en daarnaast ook dus op die externe samenwerkingen kunnen rekenen, kunnen wij eigenlijk zeer breed gaan en kunnen wij ook, en dat is niet onbelangrijk, ook in alle onafhankelijkheid eigenlijk een advies verlenen waarbij dat eigenlijk de mens, de persoon, voorgaat op het bedrijf. Als er dan een project wordt uitgestippeld of een plan of een advies wordt opgemaakt, dan wordt het plan voorgelegd aan de adviesvrager, aan de boer en de boerin. En het zijn zij die beslissen of ze daarin meestappen of niet. Dus er wordt niets opgelegd. En als blijkt dat zij zich daar niet kunnen in verzoenen, dan gaan we proberen over te gaan naar een plan B. En soms zelfs naar een plan C, maar we blijven eigenlijk de boer en de boerin steunen waar mogelijk en te kijken naar welke competenties hebben ze en welke mogelijkheden zijn er voor hen en voor het bedrijf. Daarnaast doen wij ook aan preventie. We hebben onze Facebookpagina waar we tips en nieuwtjes opzetten om de 2-3 dagen. Het is eigenlijk veel korter. We hebben meer dan 200 tips gezet vorig jaar op onze Facebookpagina. De beste tips die worden ook gebundeld in een nieuwsbrief. Eenmaal per maand wordt er een nieuwsbrief uitgestuurd. We zijn ook gestart met een YouTube-kanaal. Er staan op dit ogenblik nog maar 2 filmpjes op, maar de bedoeling is wel degelijk om daar meer filmpjes op te zetten. Vooral rond de werking van boeren op het kruispunt. En ook om de landbouw positief in de kijker te zetten. Er is ook onze website waar ook verschillende tools staan, een zeer uitgebreide website waar we ook in 2021 aan willen werken om deze een modernere look te geven en te updaten. En daarnaast zijn we ook bezig om te kijken of we ook via Instagram kunnen werken, met podcasts kunnen werken en dergelijke meer. Een ander stukje van onze preventiewerking zijn de lezingen die wij geven, de presentaties. Quasi op elke vraag om uitleg te geven gaan we in. En de adviseurs die geven ook les in de landbouwcursussen, de starterscursussen. En belangrijk is ook dat alle oplossingen, alle tools die wij die wij opstarten, dat die allemaal gedeeld worden en ook ter beschikking zijn, onder andere op onze website. Ja. Ik denk dat er wel een aantal slides van tussen gegaan zijn. Zou dat kunnen? Zal ze misschien gewoon zo zeggen. Is deze? Nee. Dus in het vorige stukje, voor de cijfertjes, zijn er een aantal slides die blijkbaar niet getoond zijn. Die zitten niet in het bestand die de secretaris beschikbaar heeft, blijkbaar. Nu misschien kun je inderdaad... Ja, ik zal ze zo zeggen. Dus je geeft maar aan wanneer de PowerPoint terug moet. Goed. Belangrijk is dat de boer en de tuinder hulp durven zoeken. En dat is blijkbaar nog altijd een probleem,
om de stap te zetten naar hulpverlening. Dat is zeer jammer natuurlijk, maar daarom proberen wij met Boeren op het Kruispunt laagdrempelig te zijn op diverse vlakken. In eerste instantie door 7 op 7, dus 24 uur op 24 uur bereikbaar te zijn, telefonisch. We hebben daarvoor ook een gratis 0800 nummer, dus het gratis karakter is ook zeer belangrijk. En de onafhankelijkheid die wij hebben, dus door niet gebonden te zijn aan instanties, aan landbouworganisaties, aan overheden, aan erfbetreders, maakt dat het soms ook wat meer vertrouwen schept naar de adviesvrager toe om hulp te vragen. En we zijn ook zeer snel. Nu moet ik dat de laatste tijd een beetje relativeren wat Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant betreft. Zal het nog wel zeker zo zijn dat we binnen de paar dagen ter plaatse komen als er een hulpvraag komt. Wat Oost- en West-Vlaanderen betreft, daar zijn er zeer veel aanvragen voor hulp. En dat is ook de reden waarom er een bijkomende adviseur aan ons team gaat toegevoegd worden. En daar is de wachttijd voorlopig wel iets langer. Dus, maar dat zal zich op korte termijn moeten herstellen. Het uitgangspunt van Boeren op het Kruispunt is nog altijd dat wij positief ingesteld zijn. En eigenlijk zowel voor de boer als mens als voor zijn onderneming een zo optimaal mogelijke, best passende oplossing gaan zoeken en vinden. Dus zoals ik gezegd heb, rekening houden met de competenties van de boer. Wij hanteren daarbij ook zeer eerlijke normen en waarden. Maar natuurlijk, als wij merken dat er praktijken zijn die niet door de beugel kunnen, zullen wij dat uiteraard ook melden en de gevolgen daarvan zeggen aan de adviesvragers, maar wij blijven wel meelopen naast de adviesvragers. Het respect voor de boer en de tuinder is zeer belangrijk, de discretie uiteraard ook. Voilà, en dan kunnen we nu misschien naar de cijfertjes. Als we naar 2020 kijken, dan zien we dat er, wat het aantal nieuwe aanmeldingen betreft, er 161 nieuwe aanmeldingen zijn, waarvan het merendeel in West-Vlaanderen. Dat is ook niet zo ongewoon natuurlijk. En vervolgens Oost-Vlaanderen. Nu, de nieuwe aanmeldingen, uiteraard zijn dat niet alleen deze die worden opgevolgd door de adviseur. Er zijn ook nog de lopende dossiers, want het is niet zo dat alle adviesvragen binnen de kortste keer worden opgelost. Men moet soms heel lang meelopen, of men zal soms heel lang meelopen en dat kan soms wel enkele jaren ook duren. Omdat wij dus eigenlijk een plan willen opmaken, ook op het tempo van de boer. Naast de nieuwe aanmeldingen en de vorige of de nog lopende aanmeldingen van de voorbije jaren, hebben wij natuurlijk ook vragen en mails die wel snel kunnen opgelost worden of waar er wel zeer snel een antwoord kan geformuleerd worden. Dat kan bijvoorbeeld over zijn, mijn verpachter heeft opgezegd, is dit wel correct, is dit wettelijk? Of heb ik recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid? En nu recent natuurlijk ook met corona zijn er ook een heleboel vragen gekomen. Nu, tot voor kort werd dit niet geregistreerd. Dus werden eigenlijk alleen de echte aanmeldingen, dus hier die lang lopen, geregistreerd. Wij gaan proberen om ook deze vragen te registreren, zodat we daar ook beter zicht op hebben. Volgende slide graag. Nu, als we kijken naar de aanmeldingen per maand, dat zijn de cijfertjes van 2019-2020 naast elkaar gezet. Dan zul je zien dat begin 2020 er een verhoging was van het aantal aanmeldingen, om daarna eigenlijk sterk te zakken. En dan hebben we gezien dat in coronatijd er eigenlijk minder aanmeldingen waren. En om dan eigenlijk naar het einde van het jaar toe weer sterk te stijgen. Voornamelijk dan kwam dat vanuit de veehouderij en vooral de varkenssector, zagen we een opmerkelijke stijging in 2020. Het aantal bezochte gezinnen, dus waar er echt huisbezoeken geweest zijn door de adviseurs, dat waren er in 2020 253. Waarvan dus ook hier uiteraard weer het merendeel in West-Vlaanderen
gevolgd door uiteraard ook weer Oost-Vlaanderen. Ja, volgende. Als je dan kijkt naar hoe die huisbezoeken zich lopende het jaar hebben gemanifesteerd, dan is het duidelijk dat in het begin van het jaar er uiteraard huisbezoeken waren. En dan vanaf maart, als de lockdown er was, zijn die huisbezoeken sterk verminderd. Dus er is een tijdje geweest dat eigenlijk alleen in hoogdringende gevallen er toch naar het erf werd gegaan van de boer. Maar we hebben dat langzaamaan weer moeten opbouwen, omdat we dat natuurlijk niet konden volhouden. Natuurlijk, we laten ze niet zomaar in de steek. Ja, volgende slide, graag. Want je zult zien wat de telefonische begeleidingen dan betreft. Die waren uiteraard zeer sterk gestegen. Dus het is niet omdat we niet ter plaatse konden komen bij de boer of de tuinder, dat ze van hulp verstoken waren. Je zult zien in de periode van de lockdown, maart, april, waren een sterk aantal telefonische begeleidingen. Ja. Als we dan naar de sector kijken, dan zien we dat de veehouderij 2/3 van de hulpvragen bevatte in 2020. Buitenteelten ongeveer 1/3 en dan nog een klein stukje glastuinbouw. Volgende slide. En binnen de sector van de veehouderij blijft het melkvee het grootste aandeel behappen. Met daarna varkens en vleesvee, pluimvee, niet zoveel. Als we dan zien welk soort hulp er gevraagd werd. Natuurlijk, men kan zich aanmelden omdat men bijvoorbeeld een hulpvraag in het kader van het bedrijfseconomische of dat er schulden zijn of de deurwaarder staat aan de deur of weet ik veel. Maar dan blijkt dus eigenlijk dat er toch wel andere problemen ook zijn. En de adviseurs die zijn daarop getraind en zij doen dat zeer goed om eigenlijk alle problemen op een ongedwongen manier te ontdekken, zodanig dat we die holistische benadering, dat we die globale aanpak kunnen doen. En hieruit blijkt dus eigenlijk dat als je ziet 51% combinatie, dat dus de hulpvragen eigenlijk een totaalpakket bevatten. Dat het niet alleen over dat bedrijfseconomisch of bedrijfstechnische gaat, maar dat daar ook zeer veel psychosociale problematieken tussen zitten. Zeker vergeleken met de jaren ervoor, 2019, was het ergens in de 30%, dacht ik, terwijl dat het nu al meer dan de helft is. Dus dat psychosociale wordt steeds belangrijker. We zien het effectief en dat de boeren en de tuinders het niet gemakkelijk hebben. Dat het effectief dat mentale welbevinden, dat op een laag pitje staat. En zoals ook aangetoond werd door de studie van het ILVO en waarna dus nu die ronde tafel van minister Krivits is opgestart. En ja, de factoren zijn daarvan uiteraard zeer divers. Hè, maar nu voornamelijk merken we dus dat de boeren het zeer moeilijk hebben rond de onzekerheid rond het vergunningenbeleid. Dat is iets wat zeer zwaar weegt. Ja, volgende slide. Hoe komen ze bij ons terecht of welk kanaal gebruiken ze daarvoor? Dan zal je zien dat het telefoonnummer, het gratis telefoonnummer, het meest gebruikt wordt, 84%. Sommigen gebruiken het webformulier dat op onze website staat. En een stukje stuurt ook een mail met wat uitleg en de vraag tot hulp. Als we dus naar 2020 kijken, dan zien we dat er in totaal 444 huisbezoeken zijn gebeurd door een adviseur. Dat er ondanks corona toch 170 huisbezoeken door een vrijwilliger zijn uitgevoerd. En de freelance psychologen zijn 53 keer aan huis geweest bij de boer of tuinder. Er zijn 14 presentaties geweest en 3 opleidingen voor de vrijwilligers en 3 intervisies ook met de psychologen.
Onze communicatie, onze digitale communicatie in 2020, daar merken we dat er toch heel wat mensen ingeschreven zijn op de nieuwsbrief. Meer dan 2800, waarvan toch bijna de helft de nieuwsbrief opent. Ik vind dat eigenlijk een groot succes. En dan wordt er bijna 20% doorgeklikt naar een artikel. Onze Facebookpagina, ik heb het gezegd, 263 berichten. Dus dat is dit jaar wel zeer veel. En die berichten zijn 300.000 keer gezien. Onze website heeft ook heel wat bezoekers, zoals je ziet, 147.000. Dus het is ook een website die goed bezocht is. 2021 dan. Ja, volgende slide. Het aantal aanmeldingen, januari waren er 12. Nu, daar zit uiteraard een stukje kerstvakantie tussen. We merken dat er in de vakanties altijd minder aanmeldingen zijn. Februari was het al een beetje meer, 15. Maar nu, vorige week, hebben we al 9 aanmeldingen gekregen. Dus wij weten niet, gaat het weer het begin zijn van een sterke stijging van het aantal aanmeldingen. Dan moeten we natuurlijk nog afwachten. De aanmeldingen per provincie, daar is het zo dat Oost-Vlaanderen hier de meeste aanmeldingen heeft, gevolgd door West-Vlaanderen. En wat dus hier nu wel opvalt voor 2021, dat er ook redelijk wat, allee, toch voor de eerste 2 maanden van 2021, dat er toch ook redelijk wat hulpvragen al komen vanuit Limburg. En als we dan naar de sectoren kijken, dan blijft uiteraard het melkvee de sector met de meeste aanmeldingen, gevolgd door de varkens. Akkerbouw, dat is natuurlijk soms ook in combinatie met andere sectoren. Ja. Nu, de Vlaamse landbouwbedrijven die wij al hebben bezocht. Afhankelijk van de cijfertjes die je gebruikt, is het tussen de 11 en de 13%. Dus laat ik het houden op 11%. Eind 2020 hebben we in totaal al 2616 landbouwgezinnen bezocht. Waaruit dus toch wel blijkt dat de nood aan dergelijke hulpverlening groot is. Nu, waar zijn we? We zijn uiteraard met een heleboel zaken bezig, maar waar zijn we, en dat is het opstapje naar de volgende spreekster natuurlijk, hè, waar zijn we mee bezig? Dat is om onze samenwerking met LIF te intensiveren. Niet alleen op het vlak van registratie, maar ook eventueel om samen projecten of samen te communiceren over bepaalde zaken. Dus de samenwerking met LIF wordt in de loop van 2021 nog verder geïntensifieerd. Voilà, dankjewel. Ik zit buiten mijn tijd, denk ik, maar ik veronderstel dat dat geen probleem is. Het is nog behoorlijk, mevrouw Vertie, maar het was interessant. Dankjewel voor deze inleiding. En u maakt zelf reeds de opstap naar het volgende thema, naar het LIF. En voor het LIF hebben we mevrouw Van Hoel, die voorzitter is van FERM. En wij geven haar ook graag het woord om de werking van het LIF voor te stellen en misschien ook het netwerk rond, want uiteindelijk zien we samenwerkingen tussen Boeren op een Kruispunt en LIF en waarschijnlijk ook nog met andere organisaties. Mevrouw Van Hoel, graag aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En goedemorgen aan alle volksvertegenwoordigers ook. Wij zijn vanuit LIF en Ferm voor Agra Vrouwen ook blij dat we vanmorgen hier een toelichting mogen geven over de werking. En ik ga met jullie 5 punten kort aanhalen. En je gaat dat zien in de volgende slide. Dat is van waarom is LIF ontstaan en wat is onze toegevoegde waarde? Onze kernopdracht, de uitgangspunten in onze werking, een stukje cijfers over de adviezen en rondvormingen, samenwerking en inspiratie. Dat zijn de 5 items die ik vanmorgen met jullie ga bekijken. Waarom is LIF ontstaan? Ik denk dat ik jullie niet moet vertellen dat vrouwen in land- en tuinbouw zeer geëngageerde ondernemers zijn en dat die heel veel rollen en functies samen moeten realiseren, zowel op het bedrijf, in het gezin, als ook in hun engagementen daarbuiten. En we hebben dat vanuit de praktijk heel sterk ervaren, omdat er binnen de werking van FERM, de grote socioculturele organisatie,
Een bepaald percentage is namelijk 10% van onze leden zijn boerinnen en tuiniersters. Ik denk dat iedereen nog de Boerinnenbond van vroeger kent, maar dus we zijn daaruit gegroeid. Vandaag de dag zijn we vooral een vrouwennetwerk openstaand voor iedereen, maar die kern van die boerinnen en tuiniersters blijft voor ons een heel belangrijke inzet in de organisatie. Dus die ondernemers die ervaren, of die onderneemsters, die ervaren die verschillende rollen en functies heel sterk aan de lijve. En daarnaast ook de complexiteit van de wetgeving hebben wij ervaren als wij vragen krijgen van boerinnen en tuiniersters, kregen wij in het verleden heel dikwijls de opmerking van als we een adviseur krijgen op ons bedrijf, dan bekijkt elke adviseur dat vanuit zijn visie. Iemand van de bank zal een advies geven vanuit de bank, waarbij de bank uiteindelijk er beter van wordt. Iemand die komt vanuit een bepaald ander bedrijf of consultant, die zal zijn advies geven. De notaris zal nog iets anders zeggen en iemand anders zal nog iets anders zeggen. En vandaar dat wij het belangrijk vonden om al die verschillende aspecten samen te brengen en eigenlijk een holistische of een geïntegreerde benadering te kijken naar de problematiek van de vrouw van het bedrijf in zijn algemeenheid. Dus wat doen we met LIF? Eigenlijk gaan we in de schoenen staan van die vrouw of van de man, want eigenlijk die vrouw staat niet geïsoleerd, of van het bedrijf, en kijken van wat is er nodig op dit moment voor dat bedrijf, rekening houden met die verschillende adviezen, en dat is de grote meerkracht, of de grote toegevoegde waarde van LIF, om dat eigenlijk op die holistische manier te bekijken. Daarnaast denk ik dat ik jullie ook niet moet vertellen dat de reglementeringen in de land- en tuinbouw vaak eng zijn, en dat het soms moeilijk is om vernieuwende initiatief te nemen voor vrouwen op land- en tuinbouwbedrijven. En ik wil er ook nog heel graag aan toevoegen dat wij in 2016, als wij gestart zijn, de toenmalige minister van Landbouw en Omgeving, want toen was dat nog samen, heel duidelijk gesteld heeft in haar beleidsbrief van ik wil aandacht geven aan de vrouwelijke rol op het platteland in land- en tuinbouw. En vandaar dat wij dus gestart zijn in februari 2016 met LIF of Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Wij ontvangen vanuit de Vlaamse overheid 95.000 euro op jaarbasis. En we leggen daar zelf als VZW ook nog geld aan toe om de werking te realiseren op het terrein. Volgende slide is dan, wat is onze kernopdracht van het LIF? Uiteraard zijn wij een aanspreekpunt voor ondernemende vrouwen. En wij geven eerste lijnsadvies aan die vrouwen. Ik zeg soms nulde lijnadvies. Wij hebben het voordeel dat wij niet direct moeten rekening houden met een stigma van oei, als je naar LIF belt, dan zit het toch wel zwaar in de problemen. In het verleden was dat bij boeren op een kruispunt zo van als je bij boeren op een kruispunt terecht komt, dan zit het helemaal bijna in zak en as. Dat imago is heel sterk veranderd bij boeren op een kruispunt. Bij LIF hebben we het voordeel dat we dat imago niet moeten meenemen, dat we eigenlijk iedereen bij ons terecht kan. Ook vrouwen die bijvoorbeeld pas bevallen zijn, boerinnen en tuiniersters, en die zich de vraag stellen van kan ik nu recht hebben op ouderschapsverlof? Of jonge mensen die in het beroep stappen, die zeggen van doen we er nu best aan om te huwen? Of gaan we beter samenwonen? En wat zijn de consequenties? Dan geven wij vanuit LIF daar advies met de consequenties daarvan. Evengoed voor mensen die rekening moeten houden, bijvoorbeeld voor mantelzorgers. Die zeggen, kunnen wij ook beroep doen op een mantelzorgpremie? Dus alle soorten vragen waar dat die ondernemers mee te maken hebben, komen bij LIF terecht. Dus dat is heel divers, niet alleen als er problemen zijn. Het is dus ook een unieke situatie door het feit dat we die holistische benadering hebben. En als we bepaalde dingen niet kunnen in eerste lijn opvangen, dan gaan we uiteraard ook doorverwijzen naar externe. We zijn een kenniscentrum gericht op die vrouwen in land- en tuinbouw. En wij doen ook onder andere heel veel vormingen over heel het Vlaamse land. En geven ook uiteraard heel wat inspirerende info via onze diverse communicatiekanalen. En tenslotte zijn we ook een meldpunt in de praktijk met dingen die we tegenkomen op het terrein. En waar dat we dan ook in dialoog gaan met de bevoegde minister of de wetgever of met departementen om te zeggen, daar stoten we op. Dat zou goed zijn dat zou kunnen veranderen, want heel veel vrouwen of bedrijven hebben daarmee te maken. Dus in die zin, vanuit de praktijk komen we soms ook op bepaalde moeilijkheden en hebben we een signaalfunctie.
Dan kom ik bij onze uitgangspunten. Wij willen op een participatieve manier werken en outreachend. Dat wil zeggen dat we echt heel vaak ook naar het bedrijf toe gaan of via vormingen, waarbij we het heel belangrijk vinden dat we in een evenwaardigheid zitten om bij mensen aan de slag te gaan. We noemen dat ook een stukje mede-eigenaarschap. Ook psychologisch is dat heel belangrijk. Er zijn eigenlijk een heel belangrijke kwaliteit die bij ons een hele belangrijke opstap is, en dat is dat wij in eerste instantie heel goed kunnen luisteren. Het feit dat mensen hun verhaal kunnen doen en vaak ook de vraag achter de vraag kunnen formuleren, dat we daar tijd voor nemen, dat we niet op de minuut moeten buiten zijn, maar dat we daar echt tijd voor nemen, is een heel belangrijk iets. Dus wij luisteren, wij informeren en we denken mee vanuit de schoenen van de vrouw van de land- en tuinbouw. Dus dat is ontzettend belangrijk. We hebben uiteraard expertise opgebouwd in verschillende disciplines, zowel juridisch, financieel en sociaal. En we hebben heel veel aandacht voor communicatie en ook zelfzorg. We komen daar straks ook op terug. Het is heel belangrijk dat die vrouw in land- en tuinbouw ook zichzelf respecteert, tijd neemt voor zichzelf en dat er nog andere dingen zijn dan alleen maar werken. Maar in de land- en tuinbouwsector is dat niet altijd evident. Wij willen uiteraard ook preventief werken en proactief. En het grote voordeel is ook dat wij neutraal zijn en toegankelijk voor iedereen. Dus als wij op het terrein komen in de bedrijven of vormingen geven, wij vragen niet of dat mensen een lidkaart hebben. De vrouw of de man die voor ons zit, dat is belangrijk. En wij geven aan iedereen advies, telefonisch of op het terrein. En we hebben uiteraard een zeer sterke wisselwerking met andere organisaties die bezig zijn met boerinnen en tuiniersters, dat is het VABS, of de vrouwen vanuit het boerensyndicaat. En Ferm voor Agravrouwen is uiteraard ook voor ons heel belangrijk. Dan kom ik bij de adviezen. Een aantal cijfers. We hebben recent ons 1000ste advies gegeven vanuit LIF. En de evolutie doorheen de tijd ziet u daar in dat tabelletje. In 2016, bij de lancering, waren dat 118 adviezen. En vandaag in 2020 zijn dat 234 adviezen. Dat getuigt voldoende dat er grote vraag is op een nood waar wij in pikken. Wat zijn zoal de thema's? Dat kan gaan van loopbaanplanning, pensioen, opbouw van rechten, het sociaal statuut, crisismaatregelen en spijtig genoeg ook meer en meer echtscheidingen. Dat is niet makkelijk voor niemand, maar als je in de land- en tuinbouw gaat scheiden, is dat extra moeilijk. Omdat je met, zeg het een beetje onherbiedig, maar met haken en ogen aan elkaar hangt, omdat je samen geïnvesteerd hebt en het bedrijf heel vaak samen hebt opgestart. Dus dat vraagt echt wel wat extra problemsolving. En ook alles wat te maken heeft met erfrecht, successierechten, overlijden, spijtig genoeg zijn dat de thema's daar we vaak moeten aan werken. En zoals ik gezegd heb, heel dikwijls is een eerste vraag een aanleiding, maar komen er heel veel andere dingen naar boven tijdens een gesprek. We doen dat in verschillende methodieken, telefonisch, online overlegmomenten, via mail. Die zijn heel vaak de eerste aanmeldingen. Maar we hebben ook in het verleden zitdagen, toen als dat nog kon, georganiseerd, dat mensen konden intekenen om te zeggen in alle provincies zitten we in die stad of in die gemeente om dat duur. Als je wilt inschrijven, kom maar langs. En ook dat heeft heel goed gewerkt. En we doen ook huisbezoeken. Omdat je dan ook heel vaak de context ziet en de ervaring van waar dat de vrouwen letterlijk in zitten of in staan. Qua vormingen geven wij heel wat vormingen interactief voor kleine en grote groepen. En uiteraard hebben wij nu ook ons digitaal moeten aanpassen met webinars en podcasts. We doen dat samen met andere organisaties, zoals Boeren op een Kruispunt, VABS en Ferm voor Agravrouwen. En we hebben ook het voordeel dat we over een heel uitgebreid netwerk beschikken in de sector. We hebben in de vorige beleidsperiode ook een infogids, ik heb hem hier naast me liggen, uitgegeven, waarin een blijvig boek, Leven en Ondernemen, ik had u even laten zien, waarin dat eigenlijk vanuit de verschillende getuigenissen van boerinnen en tuiniersters over die verschillende items die we in de praktijk tegenkomen, informatie is neergepend, waarin dat zij
inspiratie kunnen uitputten. En waar dat we ook telkens juridisch-sociaal info geven rond een bepaald aspect. Hè, bij gaande van de wieg tot het graf om die dingen te ondersteunen. Getuigenissen daarin dus en ook welbevinden, dat is iets dat in ons DNA van 110 jaar geleden al, hè, want we bestaan als organisatie 111 jaar, denk ik, ja, bij ons altijd erin gezeten heeft van wij vinden het belangrijk dat we vrouwen kunnen ondersteunen in wat dat ze ook doen, hè, dat zij zelf keuzes kunnen maken, maar dat zij zich goed voelen in die keuze. Dus dat welbevinden en dat vrouwelijk ondernemerschap is echt wel iets dat helemaal in ons lijf en ziel aanwezig is. En dan kom ik bij het volgende. Ik hoop dat ik niet te snel ga, voorzitter, dat het tempo niet te snel is. Ja, oké. Dan kom ik bij het project Welbevinden in land- en tuinbouw. Zoals gezegd is dat een heel belangrijke topic. En we hebben dat heel sterk ook ervaren naar aanleiding van een onderzoek dat ILVO gestart is in samenwerking met Ferm voor Agravrouwen. Ik herinner mij nog heel goed dat ze de eerste stappen bij ons in een keer komen luisteren zijn met de boerinnen in onze Nationale Agraraad om te horen van hoe zit dat met welbevinden in land- en tuinbouw. En we hebben dan samen gezocht van wat is er belangrijk om daaraan te werken? En zo is ILVO gestart met een onderzoek te doen, een bevraging, dat door hun uitgeschreven werd door hun deskundige medewerkers en dat in heel de sector van land- en tuinbouw is verspreid voor mannen en vrouwen. Dus welbevinden een heel belangrijk iets. Dan ben ik aan de volgende slide. Wetende dat wij in land- en tuinbouw met complexe agrofamiliale systemen werken. Hè, dat is vaak van generatie op generatie. Dikwijls komen mensen inwonen op een landbouwbedrijf, hè, wat dat op zich al een kunst is vandaag de dag. 100 jaar geleden was dat helemaal anders, maar we zitten met complexe familiale systemen. Er is extra druk in de land- en tuinbouw, daar moet ik jullie niet uitleggen. En de verwevenheid van het professionele en het persoonlijke en het familiale komt heel sterk samen in die land- en tuinbouw. Dus ik denk niet dat daar een tekening moet bij zijn, dat daar heel veel stromen van energie en van zorgen en van ook oplossingen liggen. Maar heel vaak, dat merken we in de praktijk, zijn het de vrouwen die in eerste instantie initiatief durven te nemen om dingen rond welbevinden ter sprake te brengen. En ze doen dat, we merken dat in de werking van Ferm voor Agravrouwen, als zij samen zijn onder vrouwen, waar dat zij in vertrouwen dingen kunnen delen. Dus dat is iets dat we heel vaak daar merken en dat we zeggen van, daar moeten we verder op inzetten. Omwille van het feit dat vrouwen zeggen, we willen daarvoor gaan. Dus LIF heeft zich daar ook sterk op geprofileerd en wij willen samen met anderen daar verder werk van maken. Omdat het ook duidelijk is, en ik weet dat dat in vroegere commissies ook gekomen is, dat er rond het welbevinden, stress in land- en tuinbouw, dat dat een zorg is vanuit de Vlaamse overheid. We krijgen voor dit nieuw project dat binnen LIF plaatsvindt, krijgen wij €95.000 van de Vlaamse overheid vanuit het departement Landbouw en Visserij. En ook voor dit project co-financieren we vanuit onze eigen VZW. Dan, welke werkpunten willen wij naar de toekomst verder vormgeven? Dat is in eerste instantie een geïntegreerd advies- en hulpverlening. We willen tools en methodieken ontwerpen in het kader van die advies- en hulpverlening samen met boeren op een kruispunt. Dat is een natuurlijke partner daarin. We hebben een gericht netwerk en een doorverwijsluik. Wij willen heel concreet kijken naar een goed intakeformulier met het oog op de vraagverheldering bij hulpvragen. Wij willen ook gaan naar een digitale checklist met alle aspecten in het kader van die hulpverlening, ook met rekening houden met de rechten van de hulpvrager. En het samenbrengen of het inventariseren van de expertise die verder uitgebouwd moet worden in de loop van de tijd. En nogmaals, dit doen we heel graag samen met boeren op een kruispunt, omdat we daar zeer complementair zijn. Het tweede werkpunt is het traject rond
de ronde tafel van welbevinden. Wij zijn nu de voorbije maanden aan de slag gegaan met de gespreksgids. We zijn er, of wel zijn er voor jou. Dat zijn heel concreet sessies waarin de stem van de land- en tuinbouwers zelf gehoord wordt. Wij doen dat dan uiteraard naar de land- en tuinbouwvrouwen. En waar dat gestoeld wordt in functie van een actieplan van welbevinden. Dus we gaan met hen in dialoog, in kleine groepen, maximum 10 vrouwen, die samen kijken over wat zijn de belangrijkste oplossingen, wetende wat de stressfactoren zijn. Dat zijn er een zevental. Het feit dat mensen een onzeker toekomstperspectief hebben, dat er veel risico's zijn aan het beroep, dat er een enorme hunker is naar prestatie en waardering, de financiële onzekerheid, de zwakke onderhandelingspositie van de land- en tuinbouw en de regelgeving en het veel eisende beroep. Dus dat zijn dingen die vooropgesteld worden en waar dat de land- en tuinbouwers dan zelf mee aan de slag kunnen. En dan bundelen we ook de kennis met de stakeholders in functie van de 3 werktafels die er gaan komen, die ILVO verder gaat organiseren om die stressfactoren aan te pakken enerzijds, maar anderzijds ook de barrières om hulp te vragen weg te werken, want ook daar werken we dat dat niet altijd evident is voor land- en tuinbouwers. En tenslotte ook om de individuele vaardigheden van de land- en tuinbouwer in kwestie ook te versterken. Dus daar zijn we mee aan de slag, in samenwerking met het departement Landbouw en Visserij, Boeren op een Kruispunt, ILVO, het departement Welzijn en Gezondheid en alle landbouworganisaties. En dan een laatste werkpunt is eigenlijk de projectsamenwerking. Wij willen naar een duurzame traject uitbouwen met alle stakeholders. En daarvoor is er een projectstuurgroep in het leven geroepen. Dat is een beperkte groep met de partners die daar vermeld staan. En een uitgebreider stuurgroep die om de 3 maanden onder leiding van de minister Judith Rivits samenkomt met alle landbouworganisaties daaromtrent. De bedoeling is om krachten te bundelen om het welbevinden en de veerkracht van de land- en tuinbouwsector te verbeteren. Tot daar, voorzitter, mijn uiteenzetting. Dank u wel, mevrouw Van Hoel. Dank u wel natuurlijk ook aan mevrouw Verté voor deze beide gebundelde, maar toch duidelijke inleidingen. Maar traditie getrouw natuurlijk, en ik neem aan dat er vragen zijn, geef me het woord aan de vergadering. En hebben onze collega's parlementsleden de mogelijkheid natuurlijk om uw vragen te stellen. En ik start met collega Nachterhalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Bedankt. Er is een onderbreking, collega, in uw verbinding. Ja, we gaan over naar collega Talpe. Straks collega Nachterhalen, misschien even uit en in de vergadering gaan, want de verbinding is niet goed. Wij horen u niet. Dus collega Talpe. Dank u wel, voorzitter. Ik heb collega Nachterhalen niet geboycott om als eerste hier het woord te kunnen nemen, maar ik ben toch blij. In ieder geval, ik wil beamen wat de voorzitter zei aan het begin van deze hoorzitting en de appreciatie uiten aan de beide organisaties toch, want het werk dat jullie leveren is bijzonder waardevol. Het is hier in de commissie echt al talloze keren aangehaald en we zijn ook bijzonder blij dat er extra middelen voor jullie ter beschikking gesteld worden, zodanig dat jullie werk kunnen verder zetten. Ja, zeker in deze moeilijke periode hebben we gezien dat er een stijging toch is van het aantal aanvragen met meer dan 30%. Dat kan ons alleen maar doen buigen naar nog meer ondersteuning en effectief ook die drempels wegwerken, want dat is iets die er heel regelmatig naar voren is gekomen. Die stap om hulp te vragen, dat we daar verder moeten aan timmeren. Ik ga mij dus focussen op enkele vragen voor jullie, want ik veronderstel dat je wat collega's ook nog tussenkomsten hebben voor jullie. Concreet, wat betreft boeren op een kruispunt, vroeg ik mij af. Dus we spreken altijd over de impact van corona op de landbouwer zelf. Ik kom daar ook straks op terug. Maar ik vroeg me ook af, wat betreft jullie medewerkers, wat betreft het volgen van opleidingen, vormingen, heeft corona ook daar een impact op gehad op jullie, jullie manier van de onderbouw, eigenlijk de onderbuik te gaan op een goed niveau te houden en jullie werking te versterken?
versterken. Ik heb dat ook in ons persoonlijk gesprek aangehaald, die zoektocht naar vrijwilligers, dat toch niet altijd evident is. Daar vroeg ik mij af of dat in het kader van de bijkomende middelen, of dat iets is wat jullie zullen intensificeren, of dat dat ja, op welke manier dat jullie dit zullen doen. En of dat jullie eventueel ook lokale besturen willen betrekken in die zoektocht naar die vrijwilligers. Want ik denk ja, dat zij ook daar een belangrijke sleutel kunnen zijn om jullie daarin te ondersteunen. U haalt het ook aan, mevrouw Vertee, dat ja, eind vorig jaar het aantal ja, aanvragen, zeker vanuit de veehouderij, vanuit de varkenssector, gestegen is. Nu, we weten dat die nutshouderij of die nutsdierhouderij, dat die vaak onder vuur ligt onder de laatste tijd vanuit verschillende hoeken. Is het nu vanuit de dierenrechten, vanuit de stikstofproblematiek, ook wat betreft de waterkwaliteit. Denkt u dat die druk op hen, ook de perceptie dat bepaalde mensen hebben over de landbouw als ja, oorzaak van bepaalde problemen, dat mee daardoor ja, gevoed wordt dat zij zich ja, toch wat minder goed in hun vel of minder gewaardeerd voelen? Dat wil ik ook even vragen, omdat jullie dat merken, dat meespeelt in hun aanvoelen. Dus die extra steun van 100.000, dat specifiek voor boeren op een kruispunt. Vorig jaar in het jaarverslag bleek dat het aandeel van de overheidsfinanciering 66% was. Met die 100.000 extra, op hoeveel procent landen jullie dan nu? Ik weet niet of je dat cijfer kunt zeggen of dat je dat even moet nagaan. En wat is ook het aandeel van de kost van die extra adviseur in het budget van die 100.000? En wat zal er dan gebeuren met de rest? Dat is ook een vraag die mij interesseert. Dan spring ik naar het vrouwelijk ondernemerschap. Uiteraard heel belangrijk. We hebben daar ook al meermaals op gehamerd. Want de vrouw doet in het ja, landbouwbedrijf heel wat. We hebben het huishouden, de administratie. Ze helpen hun echtgenoot. Ze hebben vaak ook nog een extra job buiten schuur. Om hun hoofd... om het hoofd financieel te water te houden. Nu, wat we wel merken, ik zie dat er daar wel begrip is voor het welzijn van de vrouwen, maar het grote probleem is natuurlijk ook hun statuut. Dat ze hebben geen of geen volwaardig statuut en dat maakt hen enorm kwetsbaar naar ja, pensioen en naar echtscheiding toe. We zijn dus heel blij dat Liv de vrouwelijke land- en tuinbouwers bijstaat, maar we stellen ons wel de vraag of dat dit intensiever kan zijn in de zin van hoe kunnen we hen ook effectief wat meer begeleiden naar het ondernemerschap, het stimuleren van werkelijk een statuut te gaan nemen. Is dat, ja, beperken jullie dit tot doorverwijzen of ga je ook effectief daarmee aan de slag? Zien jullie dat ook als een kerntaak? En daaraan gelinkt, we zien dat het ook vaak de vrouwen zijn die op die korte keten springen, die ook initiatieven nemen op lokale markten, die ook diversificatie nastreven, toeristische activiteiten koppelen aan het landbouwbedrijf. Ze zijn dus eigenlijk de ideale toekomstige bedrijfsleiders, om het zo te zeggen. Dus daar moeten we zeker ook verder mee aan de slag. Dat is een opportuniteit. Jullie hebben die info-hit, leven en ondernemen. Ik denk dat het een belangrijk tool is. Het is wel een tool waar er ook een kostprijs aan vasthangt. Ik heb begrepen dat de leden van Ferm een korting krijgen op die gids ten opzichte van niet-leden. Ik weet niet of het ideaal is om daar een verschil in te maken, omdat Liv net een onafhankelijke organisatie is. Ik geef het even mee dat misschien een verschil is die beter kan weggewerkt worden. Die hit zelf, hoeveel worden er daarvan verkocht? Is dat een groot succes? Dat is ook een vraag wat ik had. En dan misschien wat betreft ja, dat ondernemerschap. Ik denk, ja, ik heb het ook al gezegd, we moeten meisjes ook stimuleren als ze daar interesse in hebben om ja, landbouwonderwijs te volgen. Ik denk dat we daar ook nog heel wat opportuniteiten hebben. En ook in het landbouwonderwijs zelf moeten we zorgen dat er ja, het vrouwelijk ondernemerschap daar ook aan bod komt, dat er daar voldoende aanbod is. Ik weet niet of dat jullie daar ook die contacten goed onderhouden en stimuleren om hen klaar te stomen als bedrijfsleider. Want ik denk, we kunnen er niet vroeg genoeg aan beginnen.
En dan, ik ga afronden met het financiële luik, dus die 95.000 euro. Dus we weten dat Lief zit ingebed in Ferm, maar die 95.000 euro, waar gaat die naartoe? Komt dat bij Lief terecht of zit dat in Ferm verweven? En hoe komen die centen dan eigenlijk terecht bij de organisatie zelf? Allee, is er daar transparantie in? Er is ook een vacature uitgeschreven voor een projectmedewerker, heb ik begrepen. Daar is het ook mij niet heel duidelijk. Is de bedoeling dat zij wat het verschil is met het takenpakket van de huidige coördinator? Is het een herverdeling of zullen er andere taken worden opgenomen? Als u daar ook wat duiding kunt overgeven. En dan misschien ook algemeen, hoe moeten we Lief zien ten opzichte van Ferm? Omdat u zegt van het is een onafhankelijke organisatie. Kunt u dat ook wat duiden? Hoe die onafhankelijkheid juist in elkaar zit? En dan tot slot hoorde ik u zeggen dat u vaak dialoog hebt met de minister. Daar stelde ik me de vraag, hoe frequent is het? Gaat het over een structureel overleg of eerder een ad hoc overleg? Voilà, bij deze mijn vragen. Dank u wel. Dank u wel, collega Talpen. Dus voor mevrouw Verté en mevrouw Van Hoel, jullie kennen het systeem. Dus noteer die punten waar u straks een antwoord wil opgeven aan de parlementsleden die de vraag gesteld hebben. We geven u dan in volgorde van uw inleiding ook straks het woord. Maar ik zie ondertussen dat collega Nachterhalen terug in de vergadering is. We hebben hem trouwens ook al even gehoord. Maar ik geef u het woord. Collega, ga uw gang. Voorzitter, ik heb toch niet meer gevloekt. Het waren technische problemen. Ik weet niet tot waar dat je het gehoord hebt. Wel, het geleek er een beetje op, maar we hebben nu direct gemute. Zeer goed, dank u wel. Goed, ik heb collega Talpen gehoord. Alleen een stuk gehoord en een stuk niet. Dus het kan zijn dat ik bepaalde zaken zal herhalen. Misschien eerst, ik hoorde dat collega Talpen het had over die onafhankelijkheid van Lief, nu die structuur binnengebracht wordt binnen Ferm, of toch samen gaat gaan werken. Ik heb daar ook een aantal vragen over, maar misschien vooraleer ik over die onafhankelijkheid begin. De eerste vraag, budgetair is het mij niet heel duidelijk. Dus vroeger werd het Lief gesubsidieerd of gefinancierd uit de plattelandspijler. Dus nu gaat dat naar landbouw. Ik denk ook dat dat goed is, dat dat logisch is. Ik denk ook het feit dat de minister nu een kleine 200.000 euro extra investeert in boeren op een kruispunt en Lief, dat dat een goed signaal is. En ook een signaal is dat de minister die problematiek zeer ernstig neemt. Dus ik vind dat een goede zaak. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, die 200.000 euro, dus die 95.000 euro, die 100.000 euro, werd aangekondigd als extra budget. Is dat extra budget dat bovenop de normale werking komt? Dat is een eerste vraag. Een tweede vraag, daar is... hoe gaat men, als het dan extra budget is, hoe gaat men dat dan verder invullen? Een derde financiële vraag is, u zegt, Ferm legt daar zelf nog extra middelen bovenop. Kan u zeggen hoeveel middelen dat zijn? Gaat dat op logistiek? Gaat dat financieel? Je hebt het vernoemd in de presentatie in het begin. Je hebt gezegd dus die 95.000 euro en dan daarbij komen nog een cofinanciering van Ferm. Dan hebt u het herhaald daar waar u het had over het project Welbevinden. Gaat dat over hetzelfde budget of zijn dat twee aparte budgetten? Dan voor wat betreft die onafhankelijkheid. Ik denk dat we één grote rode draad zien in dit verhaal. En dat is dat er toch wel een drempel is voor veel landbouwers, landbouwersfamilies, niet alleen vrouwen, om die stap te zetten naar boeren op een kruispunt. Het werd een stuk stigmatiserend. Het is niet zo evident om die stap te zetten. En dan sluit ik aan bij collega Talpen, die het recht had over die onafhankelijkheid. Ik denk dat willen we die drempel niet nog hoger maken, dat die onafhankelijkheid echt enorm belangrijk is. En ik hoor toch wat signalen dat men daar wat ongerust over is. Hè. Er is die link met Ferm, vandaar dat het mij ook echt sterk interesseert hoe die financiering loopt en hoe die werking erin zit. Maar ik lees bijvoorbeeld dat voor specifieke expertise er zal worden doorverwezen naar de Boerenbond. Niet het ABS, Boerenbond. Ik kan u daar wat meer uitleg over geven. Ik denk dat die onafhankelijkheid met het sterke punt was van het Lief. En dat we die ook in de toekomst zeker moeten garanderen, willen we iedereen kunnen bereiken in de landbouwwereld.
Dan nog twee vragen. Ik denk, eens dat die angst bij die boer weg is en eens hij hulp vraagt, moet je aan de slag gaan. Het team heeft een gespreksgids ontwikkeld. Ik dacht dat mevrouw Talp het druk over had, maar mijn verbinding was echt heel slecht. Dus mijn vraag is hier, kan zijn dat die dubbeleers, zijn jullie aan de slag gegaan met die gespreksgids? Is dat een nuttige tool? En hoe zijn die eerste ervaringen daarmee? En dan tenslotte, de meester heeft inderdaad een ambitieus plan voor ogen in zaken psychologisch welzijn van de boer. Dat plan moet klaar zijn in het najaar van 2021. En zij betrekt daarbij een aantal stakeholders. Hoe staan jullie tegenover die plannen? Dat is dan de vraag aan beide sprekers. En wat moet hier vanuit jullie praktijk, vanuit jullie ervaring in de praktijk zeker in staan? Dank u wel. En voorzitter, ik beloof dat ik nooit meer ga vloeken. Dat is gevaarlijk om zulke beloftes te doen, collega. Ik zou dat niet. Ik beloof te trachten. Ja. Ja, voilà, dat is al beter. Dank u wel voor de vragen. Dan geef ik nu het woord aan collega Schouwvliegen. Ik neem gewoon de volgorde zoals ze in de chat of in de lijst hier staan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en dank u wel, voorzitter. Collega's, bedankt aan beide spreeksters voor de zeer zinvolle uiteenzetting. Ik heb zelf het genoegen gehad om natuurlijk heel dicht samen te werken met beide organisaties. Ik herinner me nog zeer goed dat met Boeren op een Kruispunt ik eens een dag ben meegegaan op het terrein. Dus met de adviseurs, dus met beide voeten in de klei. En dat was eigenlijk wel een heel bijzondere ervaring en iets wat mij ook altijd zal bijblijven. En lief heb ik natuurlijk de oprichting zelf gerealiseerd, dus dat ligt mij ook zeer na aan het hart. Maar ik heb voor beide organisaties twee vragen. De eerste vraag is, je hebt de individuele hulpverlening die heel belangrijk is, maar je hebt vaak, als je verschillende vragen krijgt, een rode draad die je ontdekt. En die rode draad vind ik heel belangrijk om ook beleidsmatig mee aan de slag te gaan en algemene adviezen te formuleren naar het beleid. Je detecteert een aantal vragen die steeds terugkomen op het terrein en dat kan heel waardevol zijn om beleidsmatig daar iets mee te doen. Mijn vraag is, hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe filteren jullie die verschillende vragen en formuleren jullie daar algemene beleidsaanbevelingen? Want ik vind dat toch wel cruciaal om ook dat individuele te overstijgen en globaal dat ook aan te pakken. En een tweede vraag, misschien iets wat niet zo gebruikelijk is in deze commissie, maar ik vind het toch wel de moeite om te proberen om daar van jullie een antwoord op te krijgen. Als we aan jullie zouden vragen, dromen staat vrij, wat is wat jullie graag zouden willen, dan zal er wellicht een vraag tot extra budget op tafel komen, dat kan ik me voorstellen. Maar los van dat budget, en dat is niet het antwoord dat ik graag zou horen, is mijn vraag van wat is voor jullie op dit moment, mochten jullie alles kunnen vragen wat jullie willen, het belangrijkste waar jullie nu nood aan hebben, los van het financiële of extra financiële middelen. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor ons om dat te horen. Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, collega Schouwvliegen. Nu geef ik graag het woord aan collega Van der Hoven. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, ik wil eerst en vooral de twee dames bedanken voor mijn uiteenzetting. En voor de rest heb ik ook een aantal vragen. Ik heb misschien een vraag voor beiden. Dan ga ik daarmee beginnen. Merken zij in het, als er negatieve artikels over de landbouw, vooral de laatste maanden rond heel het stikstofgegeven in de media verschijnen, merken zij dan een stijging van het aantal contactnames of niet? Nu, ik begrijp uit ik begrijp bijvoorbeeld de laatste weken of nu begin de eerste dagen van maart dat wel duidelijk was in de statistieken van Boeren op een Kruispunt, maar in de andere statistieken, want ik was vooral aan het kijken naar de reeks en de standaard, merken zij daar dan meer vragen over of niet? En dan de vragen voor Boeren op een Kruispunt. Ja, ik kijk natuurlijk een beetje naar Limburg, waar er ook een vrij grote landbouwsector is. Ik heb begrepen dat nu naar aanleiding van het stikstofarrest, dat er inderdaad in verhouding meer vragen zijn. Maar als ik kijk naar de andere cijfers en ik vergelijk dat bijvoorbeeld met West-Vlaanderen, de twee provincies die vaak vergeleken worden, dan zie ik dat die aanmeldingen een stuk lager liggen. Dus mijn vraag is van, zijn er minder vragen of heeft dat met afstand tot het Nationaal Secretariaat te maken?
kan daar aan verholpen worden of wordt daar aan verholpen? Ik denk dat mevrouw Verté er ook al op geantwoord heeft door het houden van lokale zitdagen en in welke mate gebeurt dat. Tweede vraag die ik heb, dierenwelzijn is iets wat onlangs toegevoegd is, zoals aangegeven op de slide. Zijn daar veel vragen over of is dat toegevoegd omwille van het feit dat het inderdaad meer en meer gevoelig begint te liggen, ook bij de bevolking? Of heeft dat te maken met vragen? Drie, zijn er specifieke vragen of is er een toename met betrekking tot vragen rond korte keten of biolandbouw, vermits dat vorig jaar toch een toename gekend heeft onder, of met corona? Dus in welke mate zijn daar eventueel meer vragen om naar een aangepaste bedrijfsvorm of naar eventueel een aangepaste of uitgebreide activiteit? De vraag die ik ook nog heb, zijn er meer vragen met betrekking tot de financiële problemen? We hebben wel het taartdiagram gezien, maar misschien toch even ook wat meer uitleg, ook kwalitatief. Niet dat ik natuurlijk vraag naar welke landbouwer heeft welke financiële problemen, maar is daar een toename ook wat het kwalitatieve aspect betreft? En dan voor landelijk infopunt voor vrouwen. Ja, de naam zegt het zelf, landelijk infopunt voor vrouwen. Ik weet dat plattelandsbeleid en landbouw heel nauw met elkaar verbonden zijn, maar voor de eerste keer is dat nu inderdaad een andere minister die bevoegd is voor platteland dan voor landbouw. Welk percentage van vragen komen op dat landelijk infopunt voor vrouwen toe over het platteland aan zich? Bijvoorbeeld gebrek aan mobiliteit, gebrek aan voldoende sociaal leven, enfin, noem maar op. En of zijn het uitsluitend echt vragen die betrekking hebben op bedrijven en op het punt landbouw? Tweede vraag die ik heb, jullie geven ook advies aan ondernemers over loopbanen, eventueel ook switchen van loopbanen of andere activiteiten, of bijvoorbeeld de vrouw die omwille van economische redenen iets anders gaat doen of aanvullend gaat doen dan het landbouwbedrijf. In welke mate is er een wisselwerking of uitwisseling met de VDAB of organisaties zoals ISO, laten we maar zeggen met Unizo? En dan de laatste vraag die ik heb, in hoeveel gemeenten zijn jullie actief? Hoe zit het met dienstverlening? Dus ik heb van mijn collega's begrepen dat er al een aantal vragen over de onafhankelijkheid gesteld zijn, maar in welke mate worden effectief enkel boerenbondleden of ABS-leden bereikt? Want natuurlijk, jullie zeggen we werken onafhankelijk en we werken naar iedereen toe, maar in welke mate, laten we zeggen, gaat die activiteit naar strikt genomen niet de landbouwsector zijnde dan de twee ledenorganisaties? Voorzitter, dat waren mijn vragen. Dank u wel, collega Van den Hoven. En dan geef ik nu het woord aan collega Saint-Aubin. Dank u wel, voorzitter. Eerst en vooral bedankt aan de twee sprekers. Ik heb in het verleden al een paar keer gezegd, voorzitter, dat ik enorm veel respect heb voor beide verenigingen. We hebben samen nog de start gekend van boeren op een kruispunt zoveel jaren terug. We hebben ondertussen ook al inderdaad bilateraal overleg gehad met boeren op een kruispunt en we hebben kennis gemaakt met mevrouw Verté. Eerst en vooral wil ik misschien vragen de extra middelen. Mevrouw, ik wil mij eerst richten tot boeren op een kruispunt. U hebt dus inderdaad een vraag van verschillende collega's. En het is een vraag die ieder jaar terugkeert bij de begrotingsbespreking naar extra middelen voor boeren op een kruispunt. Of die middelen allemaal besteed zijn aan die ene extra adviseur die u hebt aangeworven of zal aanwerven. Twee. Ik herinner mij in ons gesprek, en ik ben er al een keer op teruggekomen, dat u wat krap zat wat betreft huisvesting. Ik weet niet als er daar al een oplossing is voor gevonden ondertussen. Misschien wat dan uw cijfers betreft, u spreekt over, we hebben zoveel mensen bereikt en zoveel mensen hebben ons gecontacteerd. Maar hebt u ook cijfers, en het is een beetje oneerbiedig om dat te zeggen, cijfers over zogenaamd positieve resultaten, dus dossiers, die u eindelijk tot een goed einde hebt gebracht? Zijn er ook wachtlijsten? Ik kan me goed voorstellen, gezien het aantal beperkte
beperkt aantal mensen met wie het werkt. Dat net zoals in andere dossiers van mentaal welbevinden en welzijn, dat ook hier wachtlijsten bestaan. En hoe lang zijn die wachtlijsten? U hebt veel contact uiteraard met minister Krivits, minister van Landbouw, maar hebt u bijvoorbeeld ook een gestructureerd overleg met het beleidsdomein welzijn, omdat ook daar toch wel wat aandacht wordt besteed aan mentaal welbevinden van iedereen eigenlijk, dus ook van landbouwers. Ik heb bij u tot 3 keer of 4 keer toe de term onafhankelijkheid horen vallen. Dat is goed zo. Het is inderdaad zo dat een organisatie zoals de UE echt onafhankelijk moet zijn. Ik vind dit niet zo terug bij de LIF, maar ik kom daar straks op terug. En wat eigenlijk de oplossingen voor de landbouwers die tot bij u komen, speelt het een rol? Er zijn tal van problemen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de druk van de grote bedrijven die kleinere bedrijven overnemen, dat is een tendens die toch wel al een tijdje aan de gang is. Is het niet zo dat de druk om grootschaliger te worden voor vele familiale landbouwen te groot wordt? En een laatste punt, en ik zal die straks ook stellen aan de andere spreker. U wil het samenwerken met LIF intensiveren en het is misschien vloeken in de kerk, maar als ik de twee naast elkaar leg, dan zijn er toch wel een aantal taken die jullie dubbel doen, volgens mij. En vandaar mijn vraag, ja, moeten jullie inderdaad niet nauwer gaan samenwerken op bepaalde domeinen? Want nu lijkt het of jullie bepaalde zaken ook allebei doen. En dat zou toch een beetje jammer zijn, een verspilling van middelen en personeel. En tot de tweede sprekers, wat betreft het LIF, ja, je hebt het minder over onafhankelijkheid, natuurlijk, omdat het LIF is ingebed in FERM en zo, en u hebt er zelf naar verwezen, wat dit de vroegere boerinnenbond betreft. Ik heb ook wat opzoekwerk gedaan op het internet, en inderdaad, de LIF zit verweven in een Hanse structuur, in een Hanse organisatie. Ik wijs bijvoorbeeld op de nieuwsbrief, waar u een vacature hebt over een projectmedewerker voor het welbevinden voor LIF. En daar staat bij, wanneer men het aanklikt, die zal deel uitmaken van het netwerk van FERM. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, in hoeverre kunt je dan eigenlijk wel spreken van onafhankelijkheid? En trouwens, die projectmedewerker, die €95.000, is dat die €95.000 die jullie krijgen of gekregen hebben van mevrouw Krivits, die jullie gebruiken om die extra projectmedewerker aan te werven? Ik zie ook in de taakomschrijving toch een aantal zaken, onder andere om wat betreft die nieuwe projectmedewerker, moet onder andere een intakeformulier ontwikkelen. Ik veronderstel dat al bestaat bij Boeren op een Kruispunt. Ook nieuwe projectmedewerker moet checklisten maken. Moet een inventaris maken voor doorverwijzing van juridische, economische en sociale vragen. En zo gaat het maar verder. Dus vandaar ook mijn vraag naar u toe, mevrouw. Ja, is het dan niet beter dat jullie twee organisaties toch wat nauwer met elkaar samenwerken? Als ik zie, natuurlijk, uw organisatie LIF richt zich voornamelijk naar de vrouwen in de landbouwsector. Ik begrijp dat wel. Maar toch denk ik dat er een aantal taken zijn die dubbel worden gedaan. Dus ook aan u mijn vraag of u bereid bent of u het nodig vindt dat u beter gaat samenwerken met Boeren op het Kruispunt. Wat absoluut niet wil zeggen dat de beide organisaties geen goed werk afleveren. Maar het zou te jammer zijn in deze periode omdat de aanvragen bij de landbouwers absoluut stijgen, denk ik ook in die coronatijden. En te vermijden dat de wachtlijsten al te lang worden. Tot daar, voorzitter. Dank u wel, collega Sintobin. En dan geef ik nu het woord aan collega Van der Vloed. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik had een paar vragen aansluitend bij mijn collega die dat er al heel veel heeft gesteld. Richting boeren op een kruispunt. U spreekt over een 30-tal vrijwilligers die jullie onder jullie hoeden hebben. Ik vroeg me eigenlijk af, er waren er een 15-tal actief. Ja, wat is dan precies hun taak? Wat doen zij dan? Wat zijn zij anders dan de adviseurs die bij jullie werken? En wat is hun achtergrond? Ik neem aan dat zij ook een grote link hebben met de landbouw, maar wat is hun achtergrond en worden zij ook op voldoende wijze begeleid en gevormd en zo verder. Mijn tweede vraag is, u zegt van ja, wij werken heel veel samen met externe diensten, zoals bijvoorbeeld het CAW, geestelijke gezondheidszorg, de sociale huizen. Dat lijkt mij enorm belangrijk en voor het welzijn van de landbouwers. Maar ik vroeg me, dus ik denk dat u zelf heeft gezegd van ja, ik denk dat de externe diensten ons nog niet voldoende kennen. Dus de vraag is dan eigenlijk van ja, hoe pakken jullie dat verder aan om jullie dan toch meer bekendheid te geven bij die diensten? Het derde puntje is, mijn collega heeft het ook al gezegd, de drempel is zeer hoog om naar jullie toe te stappen, maar ik hoor toch in jullie presentatie dat jullie al enorm veel doen. En dus jullie zijn 24 op 24 bereikbaar, 7 op 7. Dus ik vraag mijn eigen af, ja, wat kunnen jullie nog meer doen om die drempel te verlagen. En dan een tweetal vragen voor jullie beiden. Jullie horen allerlei stressfactoren bij jullie landbouwers. Maar mijn vraag is, ja, wat doen jullie daar dan mee? Lijsten jullie dat op? Geven jullie dat door? Ik hoor bijvoorbeeld van, ja, de regelgeving is vaak moeilijk. Geven jullie dat dan ook door naar de verdere instanties die daar eventueel iets mee kunnen doen? Want mij lijkt dat toch wel een belangrijk iets. En de tweede vraag is ook net ook al aan bod gekomen. Hè? Dus de samenwerking. Mij lijkt het ook belangrijk dat jullie toekomstgezien voldoende kunnen samenwerken. Wij zeggen altijd, wij zijn voor efficiëntie. En wij vinden het belangrijk dat er genoeg middelen gaan hè, naar de mensen. En niet te veel naar al de structuren daar rond. Dus ik denk dat dat in dit ook zeker van belang is. Dat er genoeg middelen kunnen gaan naar onze landbouwers. En ik denk door jullie samenwerking. Dat zeker en vast kan bevorderen. Maar ik wil wel zeggen dat het belangrijk is, denk ik ook, om jullie eigenheid daarin te kunnen behouden, hè, als jullie gaan samenwerken. Maar misschien kunnen jullie daar ook nog iets verder over vertellen. Dank je wel. Dank je wel, mevrouw Van der Vloed. En dan nu graag het woord aan collega Steenwegen. Dank u wel, voorzitter. En u heeft mij nog niet horen vloeken, maar ik zit nu met mijn iPhone in mijn handen, omdat ik zelf ook allerlei technische problemen heb. Vandaar dat mijn handje al een paar keer verschenen was en terug verdwenen. Maar goed, ik heb een aantal vragen. Eerst voor mevrouw Verté van Boeren op een Kruispunt. In de eerste plaats natuurlijk bedankt voor de toelichting. Hè. We hebben het al vaak over de werkingen gehad die jullie hier vertegenwoordigen. Wat mij vooral interesseert, dat is... wat gebeurt er eigenlijk boven het bedrijfsniveau? Hè? Met de adviezen die jullie geven, of vooral met de kennis en expertise die jullie opdoen, op basis van alle gesprekken die jullie hebben en begeleidingen die jullie doen. Bijvoorbeeld, u zegt nu, de cijfers wijzen erop dat er een periode weer is geweest dat het heel moeilijk was in de varkenshouderij. Dat springt er dan op een bepaald moment weer uit. Maar heeft u dan ook gegevens, houdt u gegevens bij over welk soort bedrijven dan op die manier in problemen komen, of op die moment in problemen komen. En dus meer verder gedetailleerd, hè. Oké, een varkensbedrijf is een varkensbedrijf, maar bijvoorbeeld is dat een bedrijf dat zelfstandig is, is dat een bedrijf dat eigenlijk waar de stallen eigendom zijn van een integrator, wat is het aandeel contractteelt, allee, zijn er meer specifieke kenmerken die u bijhoudt om dan ook wat zicht te krijgen over wat is nu eigenlijk de achterliggende problematiek waarom een bepaalde sector of een deel van een sector, een aantal bedrijven, op zo'n moment echt in moeilijkheden komen? U zegt de problemen die wij ervaren. 23% financieel, 40% administratief, maar een helft ongeveer, en dat is gestegen, is een combinatie. Dat gaat dan over wat u noemt psychosociale problemen. Nu kan u daar iets verder op ingaan, want ik kan me voorstellen dat die psychosociale problemen natuurlijk het gevolg zijn van iets. Die staan niet op zich, die zijn waarschijnlijk ook
een gevolg van bijvoorbeeld de problemen waar u het eerder over heeft, financiële, administratieve regelgeving en zo verder. Kan u daar iets meer over zeggen? Want psychosociale problemen ontstaan natuurlijk omwille van andere stressfactoren. Op een bepaald moment heeft u ook gezegd dat er heel veel toename is van vragen bij jullie omwille van een onzekerheid in zaken het vergunningenbeleid. Kan u dat ook eens toelichten? Want dat begrijp ik eigenlijk niet. En als je kijkt naar de cijfers, dan tot op vandaag, op een paar procenten na worden alle vergunningen uitgereikt. Er zijn er eigenlijk weinig weigeringen. Ik kan me wel voorstellen, ik heb het eventjes niet over de laatste twee weken rond stikstof, want dat is echt een, denk ik, een groot probleem. Maar, en ik heb ook al in de commissie gezegd, ik betreur de communicatie van de minister van Omgeving, omdat ze ongenuanceerd het had over grote bedrijven die zij niet meer zouden vergunnen. Maar vergunningenbeleid baseert zich op wetgeving. Die wetgeving was onduidelijk en is aangevochten en is nu terug duidelijker. Maar allez, ik vraag mij af, hoe komt het nu dat zoveel boeren die onzekerheid voelen? Is dat omdat de regelgeving onzeker is? Het kan zeker niet te maken hebben met het uitreiken van vergunningen, want die worden eigenlijk bijna altijd uitgereikt. Ik heb bijvoorbeeld persoonlijk zelf zwaar getild aan een voorwoord van Sonja de Bekker, de voorzitter van de Boerenbond, die dus beweert dat vanaf nu eigenlijk elk bedrijf vogelvrij is in zaken vergunningenbeleid. Is het dat soort uitspraken dat eigenlijk boeren dan eigenlijk het gevoel geeft dat ze vogelvrij zijn? Ik vraag me dat af. Kan u daar ook iets meer over zeggen? Want ik begrijp dat eigenlijk niet goed. Dan het... een paar collega's hebben er ook al iets over gevraagd. Hè. U begeleidt bedrijven. Dat is een traject. Op een bepaald moment stopt dat traject. Wat daarna? Volgt u die bedrijven verderop? Doet u op een bepaald moment ook een check of het nu beter gaat met die bedrijven? Kan u daar iets over zeggen? Heeft u een idee van in hoeveel gevallen uw begeleiding ook echt een positieve impact heeft gehad op die bedrijven? Weet u hoeveel van de bedrijven die u begeleid heeft, of bedrijfsleiders, boeren, boerinnen, dat wat de toekomst van dat bedrijf is geweest? Zijn die bedrijven er nog? Zijn die stopgezet? Doet u iets met die informatie nadien, nadat het traject is afgelopen? Is daar een bepaalde opvolging? En dat sluit aan, weet je wat ook al enkele collega's gezegd hebben. Ik heb een paar weken geleden in de commissie nog een vraag gesteld over boeren op een kruispunt, omwille van, naar aanleiding van, de verhoogde toelagen. Ja, worden er beleidsaanbevelingen gedaan? U ziet en u hoort heel veel in de sector van individuele landbouwers. Dat is buitengewoon waardevolle informatie om precies te kunnen weten wat de moeilijkheden zijn waar landbouwers mee te maken krijgen. Dat moet toch aanleiding geven tot beleidsaanbevelingen. Ik heb ondertussen de jaarrapporten nog eens bekeken, maar daar staat totaal niets in over het beleidsaanbeveling. Dat jaarrapport zegt eigenlijk alleen maar wat jullie doen. Hoeveel mensen jullie zien, welk soort bedrijven dat jullie zien, welke sectoren. Maar eigenlijk zegt dat totaal niets over... En de problemen, algemeen welke problemen. Maar eigenlijk staat daar niets in over beleidsaanbevelingen. Wat bevelen wij nu aan de overheid? En dus mijn vraag is, op welke manier kan u duidelijker uw werking valoriseren, ook naar ons toe, als beleidsmakers, om dat beleid een stukje mee te ondersteunen en te beïnvloeden? Dan, misschien, ik spreek nu over het jaarrapport, maar ik begrijp, er is momenteel dat actieplan dat in wording is, de ronde tafels en zo. Ik ga ervan uit dat daar wel beleidsaanbevelingen uit zullen komen. Ik ga ervan uit dat het de doelstelling uiteindelijk is. Maar, dat is toch een vraag. Ik vind echt daar enorm veel belang aan. Er wordt nu, alles is samen meer dan 500.000 euro per jaar besteed aan die begeleiding vanuit de Vlaamse overheid. Dus ik denk dat het wel nodig is dat daar beleidsmatig naar gekeken kan worden. Dan misschien voor de mevrouw Van Gool van Lief. Ik moet eerlijk gezegd ik was een beetje verwonderd toen ik zag dat u het woord ging nemen voor Lief. Als voorzitter van FERM. Maar ja, dus ik heb een beetje dezelfde vragen als de collega's over de onafhankelijkheid van Lief en binnen de context van FERM. En de ruimere context natuurlijk, niet alleen van FERM, maar heel de zuil en ook de Boerenbond.
U heeft gezegd, ik vraag mij bijvoorbeeld af, u heeft gezegd, ja, we hebben contacten ook met de minister. Kan u eens wat duidelijker ons uitleggen hoe uw contacten zijn met de voorzitter van de Boerenbond? Welke afspraken maakt u met de Boerenbond? Wat is het overleg dat u daar heeft? En waarover gaat dat dan? Want aan de ene kant zien we een landbouworganisatie die eigenlijk al decennia lang de pen vasthoudt als het gaat over het schrijven van of het uitwerken van regelgeving. En aan de andere kant zit u daar om dan de gevolgen van dat beleid op te vangen. Dus kan u daar iets over zeggen? En misschien voor allebei... ja, de vraag, hoe zien jullie eigenlijk... Ik pik een beetje in op de vraag van collega Joke Schouwvliegen, die polst naar een beetje een toekomstbeeld of van verwachtingen of idealen. Hoe zien jullie eigenlijk de toekomst van de landbouw? Als jullie kijken naar de ervaringen die jullie opgedaan hebben via het werk, hoe zien jullie dan eigenlijk de toekomst van de landbouw? Hoe ziet die er volgens jullie uit? Hebben jullie daar ideeën over? En tot slot ook voor allebei de samenwerkingen. Collega's hebben er ook al over gesproken. Wat mij een beetje verwonderde, was dat bij de toekenning van de middelen naar het LIF, dat men eigenlijk de werking die tot nog toe strikt juridisch was, hè, zo heb ik dat toch begrepen, een heel juridisch advies richting landbouw- en tuinbouwvrouwen, over een statuut, over een positie, over hun rol op het landbouwbedrijf, maar alle sociale en economische consequenties daarvan, dat eigenlijk de focus was. Ik vond die zeer interessant, niet alleen interessant, ik denk ook echt noodzakelijk. Terwijl ik nu het gevoel heb dat u een stukje meer op het terrein van Boeren op een Kruispunt gaat zitten, met ook heel dat welzijnsaspect daarin mee te nemen. En dus wat andere collega's al gezegd hebben, beaam ik ook, dreigt dat nu niet heel sterk in mekaars vaarwater te komen? En hoe zien jullie dat dan, de samenwerking? Als je het mij vraagt, zou ik er eerder voor pleiten om op jullie terrein te blijven. Ik denk dat daar heel veel werk is. Rond dat puur juridische. En ja, het is gewoon een vraag naar verduidelijking en hoe jullie dat in de toekomst zien, die afstemming. Dank u wel. Dank u wel, collega Steenwegen en collega Van Eekhout. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst en vooral ook van mijnentwege veel appreciatie aan de toelichting van beide dames. Het is verfrissend dat we een keer in de week van de Internationale Vrouwendag twee sterke vrouwen aan het woord laten in deze commissie, voorzitter. En we zijn daarbij ook een voorbeeld, denk ik, aan andere commissies. Ja, ik vind het zeer interessante materie uiteraard. Ik heb ook goed opgelet. Het eerste 20 minuten had ik ook technische problemen, dus heb ik online moeten volgen. Goed, dat is blijkbaar een constante van deze commissie. Een paar aanvullende vragen op collega Steenwegen, die eigenlijk al de meeste punten namens onze fractie heeft aangebracht. Maar toch ook een beetje de link leggen met een paar dingen waar we naast deze commissie ook mee bezig zijn. Enerzijds, uiteraard is de urgentie duidelijk. Ik denk dat ieder van ons die wat voeling heeft met de sector en met de leefwereld van de landbouw, beseft welke, ja, en de cijfers zijn ook sprekend, wat er op tafel ligt vandaag en welke antwoorden we eigenlijk, jullie vooral, maar wij ook als beleid moeten geven. En in dat opzicht is denk ik een van de belangrijkste zaken ook nog blijvend, dat taboe doorbreken. Een aantal collega's hebben het ook aangekaart, het taboe doorbreken op die hulpvraag en om dat te gaan doorwerken. Vandaar een paar extra vragen. Eerst en vooral de link leggen met wat collega Van den Hoven inbrengt. Ik ben ook wel benieuwd naar in welke mate jullie zicht hebben. Dit is ook een commissie voor plattelandsbeleid. In welke mate er inderdaad link is met bredere vragen van plattelandsbeleid en kwesties die daar op tafel komen. Dat kan over vervoersarmoede gaan, maar dat kan ook over eenzaamheid gaan. Over andere thema's die op dat platteland toch super relevant zijn en in welke mate dat een aantal contextfactoren de problematiek die er sowieso in de sector al is, dat die nog sterker daardoor gemaakt zouden worden. Twee, als het gaat over hulpverlening in de breedste zin van het woord, dan is tegenwoordig ook outreachend werken een van de grote principes waar toch heel vaak op ingeschakeld wordt. Vandaar toch mijn vraag, in welke mate of hoe uitgebouwd is jullie netwerk en werking in die mate dat jullie ook heel actief op zoek gaan naar het in beeld krijgen van mensen die geen hulpverlening vragen, mensen die geen hulpvraag stellen, landbouwers die de weg niet vinden of die misschien zelfs niet beseffen dat er een probleem zou kunnen zijn. Hoe ver gaan jullie dan in? Hoe kijken jullie daar als beide
organisaties naar. Een derde vraag. Ja, lokale besturen zijn vaak, in mijn ervaring, en er zitten hier ook burgemeesters aan tafel in deze commissie, een van de weinige constante factoren nog in het op het platteland. Heel wat andere klassieke organisaties die zijn vaak hebben zich wat teruggetrokken als ik spreek over mutualiteiten enzovoort en zo verder. De decentrale dienstverlening die staat toch wel wat onder druk en vaak is het lokale bestuur de laatste constante die daar blijft. Wat ons betreft moet dat ook duidelijk zo blijven. Maar in welke mate werken jullie samen met lokale besturen? Hebben jullie een uitgebouwd netwerk daarin? Is jullie werking daar gekend? En hebben jullie structureel overleg? Dus echt een vraag naar het terreinwerk. En een tweede, en dat is mijn afsluit de vraag nog. Collega Sintobin heeft er ook wel een stuk naar verwezen, maar ja, er bestaat natuurlijk een heel breed aanbod van bredere hulpverlening rond een aantal problematieken van geestelijke gezondheid, die vaak in de commissie wel zijn hier bij ons besproken worden. Maar in welke mate hebben jullie structurele linken, zowel op Vlaams niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau, met die al die partners die op dat terrein actief zijn? En hoe kunnen jullie zorgen dat er een optimale samenwerking is, dat de expertise die daar zit rond een aantal deelaspecten van jullie werk, dat die op tijd en stond ingeschakeld wordt? Want het lijkt mij zeer belangrijk dat er specifieke werking is naar jullie doelgroep toe. Maar het lijkt mij eveneens belangrijk om de expertise die er elders zit rond een aantal andere fenomenen of uitdagingen, dat die ook ingeschakeld kan worden in een traject die jullie uitwerken. Dus misschien daar nog iets meer duiding over. Tot daar mijn vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, collega Van Eekhout en collega Rompouts. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil mij kort even aansluiten bij de vraagstellingen. Eerst en vooral, inderdaad, zoals de collega's ook al gedaan hebben, de sprekers van harte danken. Ik denk dat in ieder hier een duidelijke doelstelling vooropgesteld heeft waarom dat zij of welke rol dat zij op het terrein kunnen spelen. Maar dat we natuurlijk, als we kijken naar de hulpverlening, naar de doelgroep toe, dat er inderdaad heel wat raakvlakken ook zijn en samenwerking in deze dus heel belangrijk is. En dan niet enkel tussen de beide organisaties die we vandaag hier uitnodigen, maar inderdaad op het terrein, het hele terrein, zowel naar welzijn toe, maar eveneens ook naar advisering en dergelijke meer bedrijfsniveau. Denk ik dus dat het belangrijk is dat er een stevig netwerk kan zijn om de mensen die met vragen of problemen zitten, om die ook effectief mee te kunnen begeleiden en te kunnen helpen. Nu, ik wilde mij even aansluiten, kort, maar collega Schouwvliegen, ook Schouwvliegen heeft er al naar verwezen, die rode draden. Hè, dus wat op welke manier krijgen jullie inderdaad signalen ook door, die eventueel beleidsmatig interessant zouden kunnen zijn en op welke manier worden die ook gecommuniceerd. We hebben nu ook de ronde tafel, maar dat is natuurlijk een actieplan. Maar ik denk dat het belangrijk is dat er heel korte lijnen kunnen zijn om ook op die manier signalen vanuit het terrein wel te kunnen doorkrijgen. Dus daar ben ik eveneens naar geïnteresseerd. Maar een tweede vraag die ik eigenlijk wilde stellen of eventueel bij wilde stilstaan, is het verhaal van de drempels. In die zin weten we dat hulpverlening, eender op welk vlak, psychisch en of op bedrijfsniveau of dergelijke meer, vaak toch wel gepaard gaat met een drempel. We hebben daar hierover in deze commissie ook al wel meermaals gesproken. In die zin ben ik eigenlijk geïnteresseerd dat jullie daar mee omgaan, wat jullie ervaringen op dat vlak vandaag zijn en of we naar de toekomst kijken. Ik weet bijvoorbeeld dat uit het verleden wel eens naar voren kwam dat er één regionale verschillen waren. Is dat ook nog vandaag zo? En op welke manier kunnen we daar even naar werken? Qua diversiteit van bedrijven meende ik begrepen te hebben in het verleden dat er eigenlijk de diversiteit van bedrijven wel aan bod kwam. Maar in deze ook de vraag of dat nog altijd zo is, of dat daar toch meer specificiteit in zit. En eveneens ook, maar daar hebben jullie in de cijfers wel een stuk naar verwezen, maar toch allee, de algemene vraag, op welke manier jullie nog ervaren dat mensen die met psychische problemen zitten, eerst toch de drempel nog groter is vooraleer dat zij de stap zetten als ze niet dadelijk gebonden zijn ook aan bedrijfsmatige zaken. Hoe ervaren jullie dat? Wordt dat ervaren effectief als een drempel van eerst moet het bedrijf al in bepaalde contexten of problematische situatie of met vragen zitten vooraleer de stap gezet wordt? Of merken jullie dat eigenlijk toch wel een stukje van elkaar losgekomen? Dat is volledig waarschijnlijk niet, hè, want als er psychische problemen zijn, zal men inderdaad de hele context en de hele omgeving ook moeten bekijken. Maar dat dat toch niet de eerste drijfveer is, dat men effectief vroegtijdig wel een stap zou kunnen zetten voordat er effectief
problematische situaties zich voor zouden doen op bedrijfsniveau. En dus bij deze de vraag, hoe ervaren jullie dat vandaag? Wat is er de afgelopen jaren gebeurd om die drempels te verlagen? Welke hebben effectief ook effect, positieve effecten gehad? En we moeten dus zeker ook verder zetten. En of wat zijn jullie vragen op dat vlak? Hoe zouden we ook bijvoorbeeld beleidsmatig u nog kunnen ondersteunen om die drempels nog meer te verlagen? Daar de vraagstelling. Dank u wel, collega Rombouts. Dus het feit dat er hier vanuit diverse fracties toch wel belangrijke vragen gesteld worden rond afstemming tussen beide organisaties en zeker ook met betrekking tot de onafhankelijkheid van de organisaties, geeft dan toch wel aan dat het belangrijk is om deze hoorzitting hier te laten plaatsvinden. Het geeft ook de vertegenwoordigers de gelegenheid om daar hun antwoord op te formuleren. Maar ik heb nog een aanvullende vraag wat betreft het bereiken van de doelgroepen. Dus horen op een kruispunt geeft inderdaad aan sterk via de sociale media te spelen. Maar is dat ook het kanaal langs waar de mensen met een hulproep binnenkomen? Wordt dat bevraagd op het moment dat er een nieuwe intake zijn, als ik het zo mag zeggen, wat dus hun instap geweest is? Is dat via kennisneming via sociale media of is dat via een netwerk van mensen, vrijwilligers en dergelijke, die ook in deze gestelde aanbeveling doen? En dan twee, dat bijvoorbeeld in is er vorig jaar, hoort je niet? Nee? Hoort u mij niet? Toch wel? Uw geluid was even weg, voorzitter. Ah, excuseer. Technische problemen voor deze commissie zijn inderdaad blijkbaar. Iedereen moest een deel krijgen. En mijn aanvullende vraag was ook nog, in West-Vlaanderen en een stuk van Oost-Vlaanderen, Meetjesland denk ik, is er de afgelopen jaren een project geweest, Zot van Boeren. Dat inderdaad geprobeerd werd om via de lokale besturen met een soort van ambassadeurs te werken om de link te maken naar de lokale landbouwgemeenschap en detectie te doen van situaties waar eventueel hulp zou kunnen worden geboden in samenspraak met de OCMW's en dergelijke. Hoe hebben jullie daaruit geleerd? Zijn er lessen uitgetrokken? En zijn er eventueel suggesties om een aantal zaken af te stemmen op basis van die ervaring? Maar ik geef graag terug het woord aan de inleiders, zijnde in eerste instantie mevrouw Verti. Ja, dank u wel voor al die vragen. Fantastisch dat er zoveel vragen zijn. Ik had twee blaadjes klaargelegd om de vragen te noteren. Ik heb er een blad moeten bijhalen om ze allemaal te noteren. Nu, er zijn wel wat overlappingen natuurlijk. Ik ga proberen ze allemaal zo goed mogelijk te beantwoorden. Wat de opleidingen betreft voor de adviseurs en onze vrijwilligers en ten tijde van corona, ja, als fysieke bijeenkomsten natuurlijk niet mogelijk zijn, dan was het moeilijk om fysieke opleidingen te volgen. Dat belet niet natuurlijk dat we ondertussen digitale opleidingen kunnen volgen, webinars kunnen volgen en heel wat van de adviseurs hebben dat ook gedaan. Dus qua opleidingen blijft dat wel goed zitten en blijven die gevolgd worden. Wat de vrijwilligers betreft, daar zijn de bijeenkomsten vorig jaar in 2020 wel kunnen doorgaan. Nu voor 2021 hebben we de eerste opleiding voor de vrijwilligers, hebben we die wel verschoven naar een latere datum, dus totdat het weer fysiek mogelijk is om samen te komen. Wat het aantal vrijwilligers betreft, dus inderdaad ongeveer hebben we een dertigtal vrijwilligers, waarvan 15 echt actief. En daarmee bedoel ik echt actief, dat zijn degenen die zeer geregeld op pad gaan naar de gezinnen. Het is wel zo dat we de laatste tijd een aantal nieuwe aanmeldingen hebben gekregen van vrijwilligers, waardoor dat we waarschijnlijk een stuk of vijf bijkomende vrijwilligers gaan kunnen inbedden in onze organisatie. Wat doen we om er nog meer te krijgen? Wel, het is zo dat ik bij mijn aantreden in Boeren op een kruispunt gezien heb dat het vrijwilligersbeleid beter kon. En we zijn daar ook een traject aan het uitwerken om dat op een professionele manier aan te pakken.
dus onder professioneel begeleiding, om dus van het begin, vanaf het aantrekken van de vrijwilligers totdat ze eventueel zouden stoppen, om dat allemaal te optimaliseren en te professionaliseren. Dus ik hoop inderdaad dat op dat vlak we op de duur meer vrijwilligers zullen aantrekken. Wat die vrijwilligers doen, dat was ook ergens een vraag. Dus er zijn verschillende soorten. We kijken natuurlijk van wat kunnen ze en wat willen ze, want dat is toch wel belangrijk, dat ze alleen die zaken doen die ze echt ook aangeven te willen doen. Er zijn erbij die administratie doen, dus die naar de boer gaan om de facturen te ordenen, op volgorde te steken, om alles klaar te leggen voor controles en dergelijke meer. Er zijn er ook die gewoon langsgaan voor een kopje koffie, luisterend oor bieden. Dus er zijn eigenlijk heel wat taken of mogelijkheden die de vrijwilligers kunnen doen. We hebben er ook die alleen onze Facebook-posts bijvoorbeeld delen of doorgeven, of alle tips die ze meegeven, als mensen erom vragen, ze doorgeven. Dus dat zijn ook mensen die meestal wel al voeling hebben met de landbouwsector. Gepensioneerde landbouwers of mensen uit de banksector die in het gedeelte van de agro zaten in de bank, die dan nu hun kennis ook ter beschikking willen stellen om de boeren in moeilijkheden te helpen. Dat ik die nog allemaal kan lezen. De budgetten die we gekregen hebben, het extra budget dat we gekregen hebben van 100.000 euro voor 2021, daar gaat inderdaad een stuk naar een bijkomende adviseur, een stuk naar bijkomende sessies bij de psychologen. Dus ik heb gezegd dat het voor landbouwers zeer moeilijk is om naar de reguliere zorg te stappen, of dat ze zich daar niet begrepen voelen. Nu was het zo dat wij door budgettaire redenen het aantal sessies bij de psycholoog moesten beperken. Dus ofwel was het 5 sessies op het erf zelf of 10 sessies bij de psycholoog. En dat was de vraag, als het niet voldoende was, want soms was het wel voldoende natuurlijk, als die sessies onvoldoende zijn, ja, wat doe je er dan mee? Moeten we ze dan doorsturen naar de reguliere zorg? Soms gebeurde het dat er wel eens wat bijkomende sessies werden betaald door boeren op een kruispunt, of dat de boer dan zelf de sessies verder zette bij de psycholoog met eigen middelen, voor zover dat kon en er geen financiële problemen waren. Maar om dus te vermijden dat de mensen naar de reguliere zorg worden gestuurd, omdat ze dan opnieuw een verhaal moeten doen natuurlijk. Dat is al opnieuw een drempel om er naartoe te gaan. En ook omdat omdat er veel psychologen zijn die de taal van de landbouw niet kennen, merkten we dus dat er afgehaakt werd. En dan is dat natuurlijk wel zeer jammer, want de inzet die geweest is en de middelen die daarvoor aangewend zijn, die bereiken dan uiteraard niet het gewenste doel. Dus in het bijkomende budget dat we nu gekregen hebben, is er ook ruimte voor sessies, bijkomende sessies bij de psychologen. Ik heb het nu niet direct bij me. In 2020 bijvoorbeeld, wat de cijfers van 2020 januari en februari betreft, vergeleken met die van 2021, is er meer dan een verdubbeling aan aantal sessies geweest bij de psychologen. Dus het budget wordt wel degelijk goed besteed. Even zien. De gespreksgids dan. De gespreksgids die hebben wij ook gelanceerd. Dus wij hebben een oproep gedaan naar onze adviesvragers om deel te nemen aan de gespreksgids. Nu, voor onze doelgroep is dat natuurlijk een beetje moeilijk, omdat die gespreksgids niet anoniem is. Ze moeten dus uit de anonimiteit treden. Maar toch waren er 9 landbouwers die zich daarvoor hadden ingeschreven, waarvan er uiteindelijk 8 zich hebben aangemeld. De avond zelf om die gespreksgids te doorlopen. Was het nuttig? Ja, dat was zeker nuttig, omdat je de stem van de landbouwer hoort natuurlijk. En er zijn daar toch wel een aantal zeer interessante dingen uit voortgekomen uit de gespreksgidsavond die wij hebben georganiseerd. Waaronder bijvoorbeeld het netwerk gebruiken om de
Wonen op Crespen bekend te maken, het netwerk van de dierenartsen en van de huisartsen. Dus dat is iets waar dat we zeker gaan meenemen. De rode draden die we zien, wat doen wij daarmee? Nu, als wij bepaalde tendensen zien, dan geven wij dat door aan de Raad van Bestuur. En het is dan aan de Raad van Bestuur om daar beleidsadviezen rond te maken, dus adviezen te geven op beleidsvlak. Kan dat beter of moeten we dat frequenter doen? Misschien wel. Ik zou bij deze zeggen, nodig misschien gewoon op een kruispunt van meer uit op de commissie. Ik zal met veel plezier bijvoorbeeld elk jaar komen. Maar er kunnen ook andere contacten gebeuren natuurlijk als dat nodig is. Waar dromen we van? Extra budgetten, wie droomt daar niet van? Maar als we dat psychologenaspect inderdaad zouden kunnen volledig aanpakken en volledig inbedden, zodanig dat we zeker de mensen nooit meer moeten doorsturen naar de reguliere zorg, of als het in de reguliere zorg opgelost geraakt natuurlijk. Maar dat is natuurlijk moeilijker om dat over het ganse land te doen, veronderstel ik, of over het ganse Vlaanderen. Dus dat zou wel goed zijn moest het... De budgetten die voor 2021 vrijgemaakt zijn voor die bijkomende sessies, waarvan dat we dus zien dat we ze echt wel nodig hebben, om die ook voor langere tijd te kunnen bestendigen. Dan de waardering van de boeren. Dat is inderdaad iets waar we heel veel mee, of waar de adviseurs heel veel mee geconfronteerd worden. De perceptie die ze hebben en die zeer zwaar op het mentale weegt. De kloof tussen de boer en de burger. Ik denk dat minister Krivits heeft ooit een keer gezegd, ik denk dat de burger pro de landbouw is, maar de consument het misschien niet altijd wil volgen en er de nodige prijzen voor geven. Dus die lage prijzen, dat is inderdaad iets wat zeer sterk op hun gemoed werd. En dan ook het vergunningenbeleid, daar was er ook een vraag rond. Dat vergunningenbeleid, wij zien natuurlijk alleen maar de boeren die hulp vragen aan ons. Dus wij hebben natuurlijk geen overzicht over de hele sector, hoe het daar zit. Maar wij merken wel dat dat zeer sterk weegt op de gezinnen. Het feit dat ze in onzekerheid leven en dan zeker alles wat ze horen in, van allerlei kanten, van beleid uit, van media uit, van de omgeving uit. Ik hoorde laatst dat er zelfs iemand was wiens kameraden naast de deur woonden en die ook een bezwaar hadden ingediend op basis van... te dicht of een bijkomende uitbreiding of zo. Dus banden die worden verscheurd, gezinnen, vader, moeder die zitten te huilen, de kinderen die zitten te huilen. Dus dat zijn wel, dat geeft wel allemaal, het gezin dat daarachter zit, dat geeft wel een zware impact. Dan was er een vraag rond de regio's, waarom dat er minder aanvragen zijn uit bepaalde regio's. Nu, het zal natuurlijk te maken hebben ook met het aantal landbouwbedrijven in bepaalde regio's of bepaalde provincies. Maar dat er, en dus daardoor zijn er uiteraard in West-Vlaanderen meer aanvragen dan bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant. Ik denk dat daar de link kan gelegd worden. Rond het dierenwelzijn. Zijn daar meer specifieke vragen rond? Dan hebben we daarvoor het project ingediend. Nu, het was gewoon een feit dat de adviseurs, zelfs op een bedrijf, kwamen dat ze geregeld zagen dat, dat het niet oké was met de dieren. En dat dat twee mogelijke redenen had. Ofwel was er bijvoorbeeld geen geld, waren er financiële problemen, waardoor dat de boer eigenlijk de dieren niet kon verzorgen zoals het moest of de nodige zorgen kon verstrekken. Waardoor dat bijvoorbeeld ook de bedrijfsdierenarts niet meer langskwam en dus ook geen problemen werden vastgesteld of oplossingen konden worden gegeven voor de dieren. Maar soms was het ook het mentale aspect natuurlijk, dat de boer zodanig door zat dat hij niet meer de fut had om voor de dieren te zorgen. En dat aspect konden we eigenlijk binnen Boeren op een Kruispunt niet meteen met de beschikbare middelen oplossen. Dus hebben wij dan een project ingediend rond het dierenwelzijn, waarbij dat wij
dergelijke crisissituaties, want meestal gaat het over crisissituaties, zullen kunnen aanpakken. En waarbij wij dan bijvoorbeeld als de bedrijfsdierenarts echt niet meer wil komen, een andere dierenarts, dus uit de pool van dierenartsen, of ook vermoedelijk in samenwerking met de buitenpraktijk van de dierenartsenschool, iemand ter plaatse kunnen laten komen om de problemen vast te stellen, te inventariseren en te kijken welk plan er moet gevolgd worden om het alles aan te pakken. Toename van de vraag naar korte keten of biolandbouw, dat zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen. Het is wel zo, als wij een plan opmaken. Dus ik heb het al gezegd, wij kijken naar de competenties uiteraard van de boer. Korte keten is soms iets, of is iets dat niet geschikt is voor elke boer. Dus als je de sociale capaciteiten niet hebt om te gaan met klanten, en dan is het heel moeilijk om een hoofdwinkeltje of zo op te starten. Maar dat is uiteraard iets wat we ook wel altijd meenemen als we een plan opmaken. Wat heb ik hier nog? Ons huisvestingsprobleem. Daar is momenteel nog geen oplossing voor. We zijn nog altijd aan het uitkijken. Maar dat heeft natuurlijk onder andere ook met budgetten te maken. De wachtlijsten. Ik heb het gezegd, dus voor Vlaams, Brabant, Limburg en Antwerpen is er momenteel geen probleem. Als wij een aanmelding krijgen, kunnen wij relatief zeer kort ter plaatse gaan. West- en Oost-Vlaanderen is iets moeilijker. Daar zitten we met een wachttermijn van ongeveer een tweetal weken. Maar wij hopen dus door de aanwerving van die bijkomende adviseur dat dit probleem snel gaat opgelost worden. Wachtlijsten bij de psychologen. Nu, onze freelance psychologen, die weten, allee, wij hebben daar een overeenkomst mee, zij weten natuurlijk dat zij kunnen ingeschakeld worden door ons. En zij maken daar ook de nodige tijd vrij. En nu, in de huidige tijd, is dat dus een grote surplus, want alle psychologen zijn volgeboekt. Ik heb gelezen dat daar verschillende wachtlijsten van maanden bestaat, maar dat is dus niet het geval bij onze psychologen. En daar ben ik uiteraard zeer blij mee. Of er overleg is met het departement welzijn. Het is natuurlijk zo dat we in het kader van de ronde tafel rond het welbevinden, dat daar ook iemand van het departement welzijn bij zit. Maar op dit ogenblik zijn daar nog niet echt verdere nadere contacten gebeurd. Wat het outreachen betreft, is het zo dat er momenteel een drie halve dagen opleiding rond outreachen was, georganiseerd door het departement landbouw, waarbij de landbouworganisaties, LIF, Boer op Kruispunt, zijn uitgenodigd om te zien van hoe kunnen we nog beter outreachen. Maar eigenlijk hebben wij bij Boer op Kruispunt gemerkt dat wij eigenlijk het outreachen al zeer goed vervullen zoals het zou moeten. Kunnen wij rechtstreeks gaan naar de boeren als wij van een erfbetreder horen dat er een probleem is, of boer of zus die belt van het gaat niet goed met de broer of een dochter die belt of zo. Dat is natuurlijk zeer moeilijk. Dat is eigenlijk het een basisprincipe in de hulpverlening. Als de hulpvraag er niet is, is het zeer moeilijk om ter plaatse te gaan. Bij boeren is dat zeker zo, omdat het dan moeilijker is om door te dringen. Hoe doen wij dat wel? Dus inderdaad door ons te begeven in de landbouwwereld op verschillende vlakken, door die lezingen, door die presentaties, door die starterscursussen. En wat gaan we nog meer doen? Dat is, we hebben nadere contacten gelegd met jonge boeren, dus met onder andere met Groene Kring en JABS, waarbij dat we dus nog meer onze bekendheid zouden willen verspreiden. En ook de hulpvraag, of het feit dat het geen drempel mag zijn om hulp te zoeken. Een ander kanaal zijn de scholen. We hebben een korte enquête gedaan naar de landbouwscholen om te zien hoe wordt dat ingebed in het programma. En dat is blijkbaar nog niet overal goed ingebed, maar er is
bijna elke landbouwschool die gereageerd heeft op de enquête heeft gezegd dat ze daar rond willen samenzitten. Dus dat is ook een piste die we kunnen volgen. De druk om grootschaliger te worden, horen de adviseurs natuurlijk soms wel. En dat bepaalde sectoren zeggen van kijk, we moeten groeien, anders gaat het niet rendabel zijn. Heeft natuurlijk voor een stuk met de lage prijzen te maken die er zijn. Maar dat mag natuurlijk ook niet veralgemeend worden. Dan de samenwerking met LIF. We zijn daar inderdaad voor een stuk complementair. En dus waar LIF eigenlijk voornamelijk eerste lijns advies doet, gaan we natuurlijk wel veel verder daarin. Hè, door het naast de boer te gaan lopen tot er een goed project kan opgestart worden. Of het kan opgevolgd worden gedurende een aantal jaren. Maar het is effectief wel de bedoeling om nauwer samen te werken. Niet alleen inderdaad op basis van registratie, maar ook op basis alleen voor bepaalde projecten. Of het is inderdaad niet de bedoeling dat we dubbel werk gaan doen. De samenwerking met externe diensten dan. Dat scheelt inderdaad van regio tot regio. In West-Vlaanderen is dat in bepaalde gebieden zeer goed. Daar contacteert men ons, bijvoorbeeld van sociale huizen. Als er een landbouwer zich aanmeldt, of zijn er samenwerkingen, delen van de nieuwsbrieven, of weet ik veel. Maar er zijn inderdaad regio's waar dat absoluut niet zo is. Ik denk bijvoorbeeld in Antwerpen is er nog veel werk aan de winkel. En hoe gaan we dat aanpakken? Ik denk dat dat iets is waar we op het uiteindelijk resultaat of op het actieplan van de minister best wachten. Omdat dat toch wel een zeer grootschalig project is om eigenlijk zich opnieuw in elke gemeente of bij elk OCMW of elk sociaal huis opnieuw kenbaar te maken of opnieuw bekend te maken. Want het is natuurlijk zo, als er verloop is bij onder bijvoorbeeld de sociale assistenten, en de sociale assistenten die wonen op een kruispunt wel goed kent, waar er goede samenwerking mee is. En die vertrekt dan en er komt iemand nieuw, dat het niet altijd evident is dat die ook wonen op een kruispunt kent. Dus blijven in de picture staan bij gemeentes en dergelijke. Dat is ook iets waar zeker aan moet en kan gewerkt worden. Dan de drempel. Inderdaad, wij doen al zeer veel om die drempel zo laag mogelijk te houden. Wat kunnen we nog meer doen? Uit de gespreksgids, of de avond rond de gespreksgids die we dus gehoord hebben, is onder andere niet alleen het netwerk van veeartsen en huisartsen aan bod gekomen, maar ook het feit dat getuigenissen zeer sterk werken. Dus dat is iets wat we gaan meenemen, onder andere voor de filmpjes op ons YouTube-kanaal, waar we eigenlijk getuigenissen van boeren en tuinders zullen zetten op een positieve manier, waardoor dat eigenlijk anderen zien dat het, dat ze niet beschaamd moeten zijn om hulp te zoeken. Dan. Vrijwilligers heb ik ook al gezegd. De vraag naar hoe ik de toekomst van de landbouw zie. Ik ben natuurlijk nog maar sinds 1 september in dienst bij Boeren op Kruispunt. Voor mij is dat eigenlijk te kort om daar een duidelijk antwoord op te geven. Ik weet ook niet goed of... we zien ook maar een stukje van de landbouw, namelijk diegenen die hulp vragen. Of dat daar eigenlijk via Boeren op Kruispunt een passend antwoord op kan gegeven worden. Maar er is dus wel zeker toekomst voor de landbouw. Ik denk dat je daar niet mocht aan twijfelen. Samenwerking heb ik ook al gezegd. Outreach ook. De drempels ook. Psychologische problemen zonder bedrijfsmoeilijkheden. Die bestaan natuurlijk ook. Ik heb hier de cijfertjes
Bij me 2019 waren relationeel sociaal 25% aanmeldingen. 2020 was dat 11%. Maar ik heb het gezegd, de meeste psychosociale problemen zijn in combinatie met andere factoren. En dat is van 33% in 2019 naar 51% in 2020 gestegen. Dus er zijn wel degelijk hulpvragen die alleen op het psychosociale betrekking hebben. Hoe komen ze bij ons terecht? Dat is natuurlijk dat is iets wat niet wordt gevraagd. We zien wel welk kanaal ze gebruiken om bij ons terecht te komen. Dus ofwel telefoon of mail of via het webformulier. Maar of het is op aanraden van iemand of het via een artikel is in een tijdschrift of op een andere manier of naar aanleiding van een lezing, dat is iets wat niet wordt genoteerd. Je kunt natuurlijk heel veel noteren. De adviseurs, als ze ter plaatse komen, moeten al heel veel noteren. Wat we wel aanpassen nu, dus waar vroeger, zoals ik daarnet de cijfers heb gegeven, het onderscheid alleen werd gemaakt tussen administratie, financieel, relationeel, sociaal en de combinatie van factoren, is het nu zo dat we recent begonnen zijn met een heleboel achtergrondfactoren wel in onze CRM te steken, in ons registratiesysteem, in de hoop van effectief daar ook een beter beeld van te krijgen en ook naar het beleid toe meer informatie te kunnen of meer adviezen te kunnen geven. En wat het project Zot van Boeren betreft, dat is natuurlijk iets van voor mijn tijd. Ik denk dat er wel bepaalde regio's zijn waar de contacten hierdoor beter zijn geworden met gemeentes of sociale huizen. Maar ook wat de verdere gevolgen daarvan zijn of wat daaruit geleerd is. Ik veronderstel dat die allemaal al geïmplementeerd zijn waar het mogelijk was. Voilà. Ik heb het geblast, denk ik. Nee, dat was het. Voilà. Ik hoop dat ik een antwoord gegeven heb op alle vragen. Dank u wel, mevrouw Verdi, voor deze antwoorden. Mochten er nog aanvullingen zijn, dan kunnen de collega's dit straks nog verduidelijken. Maar ik geef eerst het woord aan mevrouw Van den Hoo voor haar reeks van antwoorden. Oké, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel verrast met de hoeveelheid van de vragen en ik heb het gevoel dat ik een marathon ga lopen, omdat er zoveel vragen gekomen zijn. Maar ik ben tegelijkertijd ook heel blij, want dat betekent dat er een grote betrokkenheid is op de twee initiatieven. En ik vind het ook heel fijn om een aantal suggesties te krijgen, hè, waar dat we mee aan de slag kunnen van initiatieven die jullie zelf als volksvertegenwoordiger hebben vooropgesteld. Als jullie het goed vinden, ga ik persoon per persoon even overlopen, de vragen zoals ze zijn binnengekomen. En dan begin ik bij mevrouw Pelpen. Zij had vragen rond het vrouwelijk ondernemerschap en het welzijn daaromtrent en het statuut meewerkende echtgenoten. Hoe dat we dat beter gaan begeleiden. Ik kan met deze zeggen dat wij eigenlijk al sinds 40 jaar als Boerinnenbond en later KVLV en Ferm aan timmeren zijn aan dat statuut van meewerkende echtgenoten. Dat is iets dat gekomen is vanuit vrouwen. Dat we altijd heel belangrijk gevonden hebben, waarin dat we in de jaren verschillende stappen gezet hebben. En waar dat we nu op een punt zitten om het ook terug ter sprake te brengen, omdat er nog een aantal anomalieën zijn in de wetgeving voor een bepaalde groep van meewerkende echtgenoten. En we zijn nu ook initiatief aan het nemen om met de verschillende ministers, met minister Lanieu, maar ook met minister Clarinval, om daarin verder in gesprek over te gaan. Dus dat is iets dat heel nauw aan ons hart zit en waar dat wij uiteraard verder mee willen gaan. Wat betreft de korte keten, kan ik ook, zij had zich daar ook vragen over, van hoe zit dat dan? Wij hebben gemerkt nu, ik kan eerst zeggen dat wij dus die statuut meewerkend echtgenoten en 25 jaar geleden, lang voor dat korte keten hip was, zijn wij met de boerinnen eigenlijk ook gestart vanuit de organisatie
om te kijken naar nieuwe verdienmodellen. Omdat boerinnen dat in eerste instantie ervaarden dat het financieel moeilijk was op het bedrijf. En ze begonnen bijvoorbeeld hun melk te verwerken, yoghurt te maken. En zo zijn ze eigenlijk een stuk gaan anticiperen en zijn ze met hoevenwinkeltjes begonnen. Wij hebben dat als organisatie en dat is het typische van onze organisatie. Wij willen nieuwe noden capteren, vooral vanuit het oogpunt van de vrouw. En wij zullen dat dan faciliteren en ondersteunen. En zo hebben wij 25 jaar geleden Korte Keten in het leven geroepen. En zijn we daar een hele weg mee gegaan, waarin dat we nu merken dat we echt wel een expertisecentrum zijn, ook op kort vlak van Korte Keten, maar dat is een ander verhaal. En hebben we de laatste jaren heel veel extra vragen gekregen binnen het steunpunt, hè, waarin dat we dan effectief ook de boerinnen en boeren gaan begeleiden op dat vlak. De vraag rond de infogids, of dat daar aparte bedragen zijn voor leden en niet-leden. Ondertussen is het zo dat de infogids voor iedereen dezelfde prijs heeft. En het is een bodemprijs van enkele euro's, maar ik weet niet precies hoe. Ik denk dat het 10 à 15 euro is, maar die is nog te koop. Maar je moet ook opletten met een boek, dat veroudert snel. Dus in die zin is daar nu een reductieprijs en is er geen onderscheid meer. De suggestie voor het landbouwonderwijs vond ik heel waardevol. We hebben de intentie nu om ook binnen bepaalde landbouwscholen een vak te geven rond vrouwelijk ondernemerschap. Maar dat staat nog in de kinderschoenen en daar zijn we mee aan het experimenteren en dat vinden we wel belangrijk. Maar dus dat vinden we een zeer goede suggestie die al bij ons aanwezig was. Maar dat zal voor het eerst gebeuren, want tot nu toe gebeurt dat niet. De vraag rond de 95.000 euro voor lief en voor welbevinden, die is bij een aantal parlementairen gekomen. De eerste 95 die we gekregen hebben in 2016 is voor de werking van het lief. Nu, naar aanleiding van het project Welbevinden, hebben we opnieuw 95.000 euro gekregen. En dat specifiek voor dat project. He, dus dat is een ander takenpakket. Dat zijn, zoals iemand anders van de parlementaire gezegd heeft, er is een vacature die terug te vinden is op de website. Dus dat is een andere taakinhoud en dat zullen ook andere mensen zijn. De vraag of dat wij een structureel overleg hebben met de minister. Wij hebben geen structureel overleg in de zin van dat we ene keer op de maand langs gaan. Maar we hebben wel het gevoel, als we met vragen zitten of met voorstellen, dat we bij de minister terecht kunnen. En dat is voor ons belangrijk. We hebben uiteraard nu, naar aanleiding van de stuurgroep rond welbevinden, wel intenser contact met alle partners op het terrein. Ook met ILVO, met het departement, met boeren op een kruispunt. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Meneer Nachtegaalen die stelde zich de vraag over de onafhankelijkheid van LIF. Daarmee, ik kan me heel goed inbeelden dat dat voor een politieker een heel belangrijke vraag is. Van zijn jullie voldoende onafhankelijk? En ik zou die vraag willen hertalen, want ik voel daaronder een bezorgdheid. In de zin van, kan iedereen bij jullie terecht? En dat is eigenlijk het einddoel dat we voor ogen moeten houden. Dat we onafhankelijk zijn in de zin van dat er een goede instroom is van mensen. Dat ze onafgezien wie ze zijn, van waar ze komen, of dat ze nu uit de Westhoek komen of uit Limburg, of dat ze een bepaalde religieuze overtuiging of een politieke overtuiging heeft, dat doet er niet toe. Wij vragen dat ook niet. Als daar straks iemand vroeg van hoe zit het voor de mensen van VHBS, van Boerensyndicaat, wij vragen nooit naar een lidkaart. Wij vragen ook niet of dat ze willen aansluiten bij FERM. Dus ik ben daar heel helder in. Ons einddoel is onafhankelijk zijn en wij staan open voor iedereen. Dat is voor mij het essentiële daarin en dat wil ik ook zo behouden. Om eigenlijk geen eerste lijnsadvies te hebben, maar een nulde lijn. Dat vrouwen terecht kunnen bij ons en dat ze hun vragen opgelost worden. Ook FERM staat open voor iedereen. Maar ik denk dat ondertussen duidelijk is dat wij vanuit de organisatie altijd met die boerinnen het belang daarvan op twee vlakken essentieel was, namelijk het welbevinden van die vrouwen en vrouwelijk ondernemerschap. En zo zijn de initiatieven gekomen zoals het statuut, ons steunpunt Korte Keten, en nu de laatste jaren, sinds 2016, het LIF-project. Dus dat zijn dingen die gegroeid zijn, dat is de genezen van de organisatie. En ik denk dat dat pleit voor FERM dat ze die signalen goed opvangen, dat ze die in de wereld kunnen zetten. En het essentiële is, en ik deel die bezorgdheid, dat is dat iedereen bij ons terecht kan. Uiteraard heeft het feit dat je binnen een organisatie gegroeid bent voordelen. Moest het apart zijn, denk ik,
persoonlijk dat het nog veel duurder zou zijn dan wel dat je ingebed bent in een organisatie waar dat je een software hebt, waar dat je een communicatie hebt, waar dat je een personeelsbeleid hebt enzovoorts. Dus de mensen die daar te werken stil staan, die werken binnen een netwerk en dat is ook belangrijk om collega's te hebben en ook binnen de agrawerking en ook binnen VHBS. Maar de dienstverlening staat voor iedereen open. We hebben uiteraard ook een aparte boekhouding, als daar twijfels over zijn, die transparant is, die gezien mag worden. En als ik daar juist de vraag kreeg van hoeveel co-financieren jullie, dat zijn ook een aantal mensen die dat daar juist gevraagd hebben, dan hebben wij voor het project LIF, de basis, hebben wij een eigen inbreng van het FERM van €27.144. En voor het project Welbevinden een eigen inbreng van het FERM. €28.135. Dat zijn de tarieven, dus naast de €95.000, die wij zelf investeren in die werking. Omdat we dat belangrijk vinden voor de land- en tuinbouw. Maar in deze constellatie, waar dat het voor vele organisaties moeilijk is, zeker met corona, is dat geen evidentie. Maar ook vanuit onze raad van bestuur blijven we daar heel veel aandacht hebben, omdat het in de kern van onze organisatie zit. Dus ik denk dat dat op dat vlak belangrijk is om schotten doorbreken en voldoende openheid hebben om te zeggen van het is vanuit de genezen, vanuit het DNA van die organisatie gegroeid, maar we staan open voor iedereen en wij verwijzen ook door naar iedereen. Hè. Niet alleen naar Boerenbond, maar ook naar DLV, naar andere sociale secretarissen en sociaal secretariaten enzovoorts. Dan had ik de vraag rond de gespreksgids, daar zijn we uiteraard mee aan de slag gegaan. En bijvoorbeeld vanuit het LIF hebben wij dat vooral gedaan. De medewerker Andenef, die vrijgesteld is voor het LIF, heeft zij vooral naar VHBS-vrouwen die vorming gegeven. Dus dat getuigt vanuit die openheid. Hè? Dus dat we zeggen, oké, waar we elkaar kunnen versterken, moeten we dat doen. De minister die een ambitieus plan heeft voor het najaar, hoe staan we daar tegenover? Wij zijn daar zeer blij voor. Dat de minister daarin investeert, dat ook alle organisaties daaromtrent samenwerken, omdat het nu de kern van onze organisatie raakt en omdat het heel duidelijk is in Vlaanderen dat welzijn in de land- en tuinbouw een groot probleem is. Er moet maar één accident gebeuren, bij wijze van spreken, of we hebben terug de volle aandacht. Ik hoop niet dat er accidenten gebeuren, maar wij vinden dat heel belangrijk en zijn blij met de steun van de minister. De vragen van mevrouw Schouwvliegen, die inderdaad mee aan de wieg gestaan heeft van het initiatief, dat wil ik bij deze nogmaals benoemen. Zij stelde de vraag of wij een rode draad ontdekken in die bepaalde problematieken en hoe we daarmee aan de slag gaan. Dat is zo. Bijvoorbeeld nu merken wij ook in het statuut van meewerkende echtgenoten dat heel vaak vrouwen, als het financieel moeilijk is op het bedrijf, buitenhuis gaan werken als werknemer. Maar dat heeft heel veel consequenties nadien voor hun statuut, bijvoorbeeld naar pensioen toe. Ook daar zijn we nu, vraagt de partij, om verder onderzoek te doen en te verdiepen, te kijken van hoe kunnen we daar bepaalde problematieken oplossen. We weten dat, maar we hebben nog andere dingen te doen en we moeten soms kiezen, maar dus rond die combinatie, daar moeten we verder mee aan de slag gaan en dat zullen wij dan ook beleidsmatig ook wel vertalen. En dan de droom. Dat is altijd mooi om te dromen van waar zouden wij graag verder mee willen gaan. Wij merken dat dat een heel belangrijk iets is wat we nu aan het doen zijn met LIF. Als wij zouden mogen dromen, dan denk ik dat wij graag zouden nog inzetten op extra trajectbegeleiding. Iemand van de parlementaire heeft het ook gezegd ten aanzien van Boeren op een kruispunt. Wat gebeurt er met de hulpvragen? Wat nadien? Wij merken dat bepaalde, zeker wat betreft die vaardigheden aanleren, dat mensen daar toch wel intens moeten mee bezig zijn. Hè? Onder andere rond communicatie. Hè? Het is niet altijd evident hè, tussen partners om te communiceren. Hoe doe je dat dan? Hoe kun je daarin oefenen? Maar evengoed rond financiële inzichten, evengoed rond assertiviteit. Dus we merken dat er nood is aan intensievere vorming. En ik denk als je aan de slag zou kunnen gaan met een aantal boerinnen in een veilige omgeving, om daar ook verdere stappen te zetten, dat het een win-win zou zijn. En communicatie is een van de belangrijke elementen daarin. Dan had ik de heer
Van der Hoven, als ik het goed begrepen heb, die de vraag stelde van merken wij als er negatieve info is in bijvoorbeeld de Standaard of op het tv-journaal, dat dat impact heeft? Uiteraard. Heeft rechtstreeks te maken met welbevinden. Sommige mensen noemen dat boerenbashing. Ik laat het in het midden hoe je dat moet noemen. Maar het is evident, als ik beenhouwer ben of als ik bakker ben en het wordt negatief over mijn beroep in de media gekomen, dat dat impact heeft over hoe dat je je voelt in je job. Dus wij merken dat inderdaad rechtstreeks. De vraag rond in Limburg, hoe dat het zit, rond boerenbekruispunt, dat heeft Els verteld. En de toename van biolandbouw en korte keten, ik denk dat ik daar ook antwoord heb dat dat in de lucht zit, dat dat meer en meer vragen krijgt. De vraag over platteland en landbouw, de invloed van mobiliteit, sociaal leven, ook daar is een duidelijke link met het departement van minister Demir. Boeren zitten op het platteland, die hebben te maken met isolatie, hebben vaak te maken met verhoorsarmoede en met de voorzieningen die er al of nog niet zijn. En we merken inderdaad, zoals u zelf aanhaalt, dat die steeds meer verdwijnen. Dat vinden wij uiteraard ook een belangrijk issue. De ondernemers- en loopbaanswitchen, samenwerking met de VDAB, ja. We merken, in het verleden hebben we een project gehad in het Meetjesland, rond loopbaankansen voor, of nieuwe uitzichten voor boerinnen en tuinierster's. We merken dat dat belangrijk is, dat daar individuele begeleiding is, zoals een loopbaancoaching van een VDAB. Dus dat onderschrijf ik ook. Bij de vraag hoeveel gemeenten dat wij actief zijn, ook daar, wij registreren niet per gemeente. Dus hebben we geen cijfers over, omdat we juist onafhankelijk willen zijn en niet vragen van waar ze zijn of dat ze lid zijn. Dus dat staat bij ons op dit moment niet voorop. Meneer Sintobin, de vraag rond taken al of niet dubbel doen of nauwer gaan samenwerken. Ik denk dat Els daar al heel goed op heeft geantwoord, in de zin van dat we complementair willen zijn, dat we uiteraard efficiënt willen zijn en dat we niet dingen willen gaan overdoen. Hij had wel wat opzoekingswerk gedaan rond het netwerk van Ferm. Ik denk dat ik daar ook al op geantwoord heb en dat die taken inderdaad datgene is wat dat we vooropgesteld hebben. En dat hebben we ook in samenwerking gedaan. Wij boeren op een kruispunt zijn we vooraf gaan samenzitten om te kijken van hoe gaan we die vacature best opstellen. En ook in samenspraak met derde partijen, met departementen enzovoort, om te kijken van wat is het profiel dat we hier voorop stellen. Dus we vermijden dingen dubbel te doen. En we zijn graag bereid om samen te werken met iedereen. Mevrouw Tine van der Vloed, die stelde de vraag rond de stressfactoren en wat moeten we daarmee doen. Uiteraard zijn we daar heel sterk mee bezig, die stressfactoren. Ik heb ze daar straks ook benoemd. En in de werking zijn we daar al antwoorden aan het geven. Gewoon in onze historiek hebben we het altijd gedaan. Ik wil één voorbeeldje aanhalen van West-Vlaanderen in de buurt van Dammehoeken. Hebben we een keer alle controleurs, omdat regelgeving bij veel boeren en tuinders een gigantisch probleem is, hebben we alle controleurs van de diverse departementen, organisaties een keer een namiddag samengebracht op een landbouwbedrijf. En daar hebben de boerinnen het initiatief toegenomen, wat we natuurlijk toejuichen, om in dialoog te gaan met die boerinnen. Om te kijken van wat doet dat met een mens, wat vraagt wie en wat vragen ze allemaal dubbel of wat vragen ze driedubbel. Dat zijn interessante cases, dat is het werk op het terrein met de botten aan. En daar hebben we inderdaad mooie dingen kunnen realiseren om dan beleidsmatig, zoals mevrouw Schouwvliegen ook suggereert, daarmee verder te gaan. Samenwerking, efficiëntie en genoeg middelen voorzien en niet naar de structuren moeten gaan, ben ik helemaal mee akkoord dat de middelen moeten gaan naar de werking en niet naar de structuren, maar dat is ook zo. Dus daar kan ik helemaal achter staan en dat we er moeten voor zorgen, zegt mevrouw Van der Vloed, ook dat we onze eigenheid behouden. Meneer Van Steenwegen, de vraag rond onafhankelijkheid, die heb ik daar juist beantwoord. En contact met de ministers heb ik ook beantwoord. Contact met Boerenbond is voor ons uiteraard een belangrijke partner. Dat kunnen wij ook heel vaak terecht voor syndicale dossiers, voor achtergrondinformatie, maar evengoed bij andere organisaties. De toekomst van de landbouw, hoe dat ik dat zie.
Ik vind het heel belangrijk dat boeren en boerinnen boer en boerin kunnen blijven. Dat die niet uit miserie een andere job moeten gaan zoeken. Dat er letterlijk en figuurlijk ruimte is om te ondernemen. En ik denk dat we allemaal als consument heel goed beseffen, zeker ook vorig jaar rond deze tijd in de pandemie, dat de voedsel een essentiële sector is, waar we moeten kunnen op blijven rekenen. En ik hoop, in naam van mijn boerinnen, die me heel nauw aan het hart liggen, dat zij kunnen blijven boeren. En dan is hun kost daarmee verdienen, een voldoende inkomen, een heel belangrijk iets. Daar gaat het over. En daar liggen die vrouwen van wakker. Neem het van mij aan, daar liggen die van wakker. Dus dat economische is heel belangrijk, maar ook dat ecologische. Vandaag de dag kunnen niet meer boeren zonder rekening te houden met de context. En dat doen boeren ook. Dus evenwichten voor hunzelf als boer en boerin, als mens. Economisch voor het bedrijf en ook voor de omgeving. Dat is mijn visie rond toekomstige landbouw. De heer Van Eekhout stelde dat de urgentie duidelijk is. De complementariteit met plattelandsbeleid. Ik denk dat ik daar ook al op geantwoord heb. De outreachend werken, heel belangrijk. Dat is een methodologie waar dat we nu aan het leren zijn in samenwerking met welzijnsorganisaties die dat al langer doen. De mensen bij ons hebben nu een opleiding gevolgd rond outreachend werken en daar willen we verder mee aan de slag. Dus ik onderschrijf dat helemaal, dat dat een belangrijke methodologie is. En ook de zorg die ik daarbij hoorde van hem is zo de mensen die je niet bereikt. Dat klopt. En ik denk dat we daar alles moeten aan doen om ook die mee te nemen. En dat doen we onder andere ook door regelmatig artikels te publiceren in verschillende landbouwbladen. Ook in de pers in het algemeen, om te laten weten dat we bestaan en dat ze bij ons terecht kunnen. Ja? De rol van de burgemeesters. Wij hebben voor het moment geen samenwerking met lokale besturen. Ik kom alleen, en daar heeft de voorzitter ook naar verwezen, ik had het hier even genoteerd in, of gekrabbeld, dat we in de Westhoek een heel mooi initiatief gehad hebben rond Zot van Boeren. We hebben daar uiteraard conclusies geformuleerd. Dat was ook voor mijn tijd, maar dat ligt niet in een schap. Met dat project gaan we verder in de zin van continuering. En heel belangrijk was daar ook een van de conclusies dat de hulpverlening en landbouw, dat die elkaar veel te weinig kennen. En ook bijvoorbeeld huisartsen die soms dan voorstellen geven op bepaalde mensen die in de hulpverlening staan om te zeggen, slaag een keer het melken over, dat gaat niet. Hè. Ik bedoel, die leefwerelden moeten beter bij elkaar aansluiten. En dat is een project waar we heel veel uit leren en waar we ook zeker meenemen in de volgende trajecten. Dan heeft mevrouw Rombouts ook rond de Rode Draad, heb ik geantwoord, denk ik, de drempels. Hoe gaan we daarmee om? Wij willen zoveel mogelijk de drempels wegwerken. En ik zeg soms, in plaats van een eerste lijn, een nulde lijn zouden we moeten creëren. En ik wil daarop verwijzen naar het feit dat we ook publiceren, dat we dingen laten opnemen in allerlei communicatiekanalen, zodat de drempels weggewerkt worden. En ik denk dat het een bijzonder grote troef is van LIF, dat er ook geen financiële drempel is. Dat is voor heel veel land- en tuinbouwers ontzettend belangrijk. Als je soms bepaalde adviezen vraagt, dan krijg je al eerst een rekening. Ik zeg het een beetje onwaardig. Maar het feit dat mensen gratis terecht kunnen en dat er vanuit die mede-eigenaarschap gedacht wordt, wat ik daar straks in mijn uiteenzetting gezegd heb, is denk ik een heel belangrijke drempel die weggewerkt wordt. En ze kunnen ook altijd terug bij ons terecht. Hè. Ook na een jaar of anderhalf jaar, we merken dat mensen zeer tevreden zijn over de dienstverlening. En dan de laatste vraag van de voorzitter rond het project van Zot van Boeren, denk ik, voorzitter, dat ik geantwoord heb met te zeggen dat daar ook lessen uitgetrokken worden. Ik hoop dat ik daarmee voldoende geantwoord heb. Wat mij betreft wel, mevrouw Van Hoel, maar ik vraag het ook eens aan de collega's in de digitale vergadering. Zijn er nog aanvullende vragen, zaken die onvoldoende beantwoord zijn of eventueel dingen die opgekomen zijn na het horen van de antwoorden van zowel mevrouw Verti als mevrouw Van Hoel? Ik zie geen handjes meer. Ah, collega Steenwegen, collega, graag nu het woord.
micro. Ja. Hey, ik was nog niet aan het spreken, maar ik was op zoek naar mijn micro op mijn klein toestelletje hier. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel ook aan de beide dames voor de uitgebreide antwoorden. Ik denk dat wel duidelijk is, ook uit de vraagstelling, dat de bezorgdheden en het werk dat gebeurt, dat die bezorgdheid gedeeld wordt natuurlijk. Hè, dat we allemaal wel inzitten met het welzijn van onze landbouwers en tuinders. Enkele reacties nog. Ten eerste, mevrouw Vertee, ja, verschillende collega's en ook ikzelf hebben gevraagd een beetje naar die rode draden, hè, naar die beleidsaanbevelingen die uit jullie werk komen. En u zegt, die tendensen die worden doorgegeven aan onze raad van bestuur. En die moeten dat dan maar omzetten in beleid. Hè. Uw raad van bestuur zit er natuurlijk heel belangrijke mensen in die dat... inderdaad heel dicht bij het beleid zitten of het beleid mee bepalen. Maar ik zou het toch wel appreciëren en nodig en nuttig vinden als u of als die aanbevelingen of die tendensen die doorgegeven worden aan uw raad van bestuur, dat ook in uw jaarverslag komt. Ik denk dat het belangrijk is dat ook anderen daar kennis van kunnen nemen, waaronder wij als parlementsleden, maar ook anderen, hè, want... ik denk dat jullie werk zo belangrijk is en aanvullend, complementair aan alle andere informatie die we daar rond hebben, dat het echt wel belangrijk is dat beter gedeeld wordt. Momenteel, eerlijk gezegd, hebben we daar geen zicht op. En ik vind dat wel spijtig, precies vanuit de appreciatie en het belang van het werk dat jullie doen. Dus mijn pleidooi zou zijn, als u zoekt naar een manier, u mag natuurlijk elk jaar eens langskomen, dat is geen probleem, in tegendeel, dat is interessant. Maar ik zou zeggen, gebruik uw jaarrapportering, uw jaarverslag, om toch aan te geven op welke punten u tendensen vaststelt die belangrijk zijn om ook beleidsmatig op te nemen. Ik denk dat ik niet zo een antwoord gehad heb op die opvolging van bedrijven, maar het kan zijn dat ik gemist heb, want ik had hier weer wat problemen. Maar ik had eigenlijk specifiek gevraagd, herinner u, jullie doen een traject met een bedrijf, wat gebeurt er naderhand? Weten jullie wat er dan met die bedrijven gebeurt? Is er nog een soort nazorg? Checken jullie nog eens of de problemen nu of het beter gaat? Of jullie advies ook gewerkt heeft? Ik kan u daar misschien nog iets over zeggen. Excuseer als ik het gemist heb, maar ik heb wat technische problemen vandaag. Aan mevrouw Van Hoof. U zegt, wij maken geen onderscheid hè, tussen de mensen die bij ons aan de deur kloppen. Maar ik denk toch dat het mogelijk wel als een drempel kan ervaren worden door sommigen. Als zij niet behoren tot de Boerenbond bijvoorbeeld, hè, of niet tot de zuil. En vinden dat zij daardoor minder welkom zijn. Hè, om welke reden dan ook. Hè. Dus persoonlijk blijven toch met de vaststelling dat het beter zou zijn als er echt dit soort werk vanuit een onafhankelijke organisatie zou gebeuren en niet vanuit een organisatie die duidelijke banden heeft met één bepaalde zuil. Hoe goed de bedoelingen ook kunnen zijn, ik denk dat, ook al zeggen jullie, wij aanvaarden iedereen, ik geloof dat natuurlijk, ik heb geen reden daaraan te twijfelen, dat het van de andere kant toch een drempel kan zijn. En het doel van dit soort werk is precies om drempels weg te nemen. U heeft bijvoorbeeld ook zelf gezegd, ja, we werken gratis en zover zijn drempels die mensen ervaren. En het financiële is daar één van, maar er zijn natuurlijk andere mogelijke drempels. Dat is nog een paar opmerkingen die ik wou maken, voorzitter. Dank u wel. Ja, dankjewel. Zijn er nog collega's die wensen aan te sluiten? Nee? Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Hoel. In eerste instantie ook naar u gericht. De vraag van collega Steenwegen. Ja, ik hoor uw bezorgdheid en ik deel de zorg om geen drempels in te bouwen. Ik kan het alleen herhalen wat ik zeg en ik heb u duidelijk gehoord, maar... Wij werken voor iedereen en dat blijft onze doelstelling, dat we onafhankelijk zijn in de zin van dat iedereen bij ons terecht kan, zonder te zeggen van het die gemeente of het is
dat bedrijf of het is die overtuiging. Dus dat is onze bezorgdheid. Maar ik heb het goed gehoord en ik heb het genoteerd, meneer Van Steven. Oké. En mevrouw Verti, hebt u nog iets aan te vullen op basis van de laatste tussenkomst? Ja, ik kan de vraagsteller geruststellen. Hij had niets gemist. Ik kon die vraag niet meer lezen op mijn papiertje. Dus ik ben blij dat je hem nog eens stelt. Wat het opvolgen van de bedrijven betreft. Het is natuurlijk zo dat wij ernaast gaan lopen tot we eigenlijk zeker zijn dat het niet meer moet. Hè. Dus dat kan soms heel lang zijn. Als we ze loslaten, is dat in sommige dossiers ook niet helemaal loslaten. Omdat ik weet dat er adviseurs zijn die geregeld nog eens een telefoontje plegen van hoe is het. Hè. Dat gebeurt ook wel. Er zijn ook regelmatige mailings uit vanuit Boeren op een Kruispunt. Niet alleen om ons nog een keer in herinnering te brengen bij die adviesvraagers, maar wetende van kijk, we zijn hier ook nog altijd. Als er nog bijkomende dingen zijn, kan je nog altijd bij ons terecht. Die mailings gaan daar niet specifiek over, hè, maar bijvoorbeeld in coronatijden ging het over hoe dat aanpakken en dergelijke meer. En dan zijn er natuurlijk ook onze vrijwilligers, hè, die af en toe nog eens een luisterend oor aanbieden aan sommige gezinnen. Maar wat zien we ook wel, dat er toch een aantal heraanmeldingen zijn. Dus dat is nu ook iets wat we in onze CRM hebben opgenomen, waarbij dat we zien dat sommige boeren die in de problemen zaten, bij wie dat het traject eigenlijk was beëindigd, dat die na een aantal jaar zich opnieuw aanmelden. Dat is daarom niet altijd rond dezelfde problematiek. Hè. Dat kan zijn dat het bijvoorbeeld vroeger over het bedrijfseconomische was en waar ze nu bijvoorbeeld psychosociale problemen aankaarten. Maar dat zien we dus wel, dat er een aantal heraanmeldingen zijn. En dan de andere vraag van de rode draad. Ik had hier nog oorspronkelijk bijgeschreven een goede tip hè, om dat in het jaarverslag te zetten. Dat klopt inderdaad. Nu, het jaarverslag moet nog voor 2020 moet nog goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur. En daarbij zal ik dus vragen om inderdaad de adviezen of de tendensen die we gezien hebben in 2020, om die daarin ook op te nemen. Dank u wel, mevrouw Verti. Dank u wel, mevrouw Van Hoel. Ik denk dat de vragen beantwoord zijn. Ik denk dat we zeer goede inleidingen gekregen hebben en toelichting bij de werking van jullie organisaties. Bedankt ook voor jullie engagement en om dit verder op die manier uit te bouwen in het belang van inderdaad die individuele landbouwer, die tuinbouwer, die tuinbooster, die landbooster. Ik denk dat jullie inderdaad schitterend werk doen, dat dat ook beaamd wordt door de leden van de commissie. Maar het is ook goed dat er kritische vragen kunnen gesteld worden, moeten gesteld worden. En dat er ook verhelderende antwoorden kunnen komen van jullie kant. En misschien nemen we het inderdaad op om dit op reguliere wijze in de agenda van de commissie te integreren. Maar dat is onderwerp voor de regeling van de werkzaamheden. We zullen dat dan voorleggen bij tijd aan de commissie naar onze agenda. Maar in elk geval voor vandaag, hartelijk dank voor jullie toelichting en bedankt ook aan de leden voor de interessante vragen. Mag ik dan vragen om nog even de regeling van de werkzaamheden te doen aan de leden van de commissie? En ja, natuurlijk expliciet nogmaals dank aan mevrouw Van Hoel en